Ruim 4 jaar geleden nam de regering Santokki Brunswijk het roer over met een duidelijke missie. Suriname redden en het land weer op de kaart zetten. Het volk had gesproken en koos voor een nieuw beleid, een frisse start. Suriname bevond zich op een cruciaal kruispunt en begon aan een fase van herstel die de basis zou leggen voor een stabiele en welvarende toekomst. Na deze belangrijke herstelfase bracht de regering stabiliteit en legde de basis voor duurzame ontwikkeling. De resultaten zijn merkbaar en tastbaar. Aanzienlijke economische successen zijn behaald en het buitenlands beleid heeft ervoor gezorgd dat de internationale reputatie van Suriname is hersteld. Door strategische partnerschappen en diplomatieke inspanningen zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor handel en samenwerking. Connectiviteit en infrastructuur staan hoog op de agenda. Investeringen in wegen, bruggen en digitale netwerken zorgen ervoor dat niemand wordt achtergelaten. Of u nu in de stad, in een district of in een ver ruraal gebied woont, iedereen wordt meegenomen op de weg naar vooruitgang en welvaart. De regering heeft zich ook ingezet voor de versterking van onze democratische instituten en de rechtsstaat gewaarborgd. Door capaciteitsversterking van belangrijke instituten is er een stevige basis gelegd voor goed bestuur en transparantie. Surinames historische grondconversie en milieuinspanningen tonen aan dat het duurzame ontwikkeling centraal staat in het beleid. Er wordt hard gewerkt aan het behoud en de bescherming van onze natuurlijke rijkdommen, terwijl wij tegelijkertijd economische groei nastreven. Een ander belangrijk speerpunt is de ontwikkeling van de offshore olie- en gassector. Met een concrete visie werkt de regering aan het benutten van onze natuurlijke hulpbronnen, wat bijdraagt aan economische groei en zelfredzaamheid. De regering Santokki Brunswijk werkt onvermoeibaar aan een toekomst waarin iedereen meetelt en niemand wordt achtergelaten. Samen bouwen we aan een sterker, duurzamer en welvarender Suriname. Van crisisbeheersing naar stabilisatie, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap. Dames en heren, speciaal voor deze gelegenheid is er in de afgelopen periode een boekwerk samengesteld, welke vandaag overhandigd zal worden aan de president en de vice-president. Het boekwerk heeft als titel Van crisisbeheersing naar stabilisatie, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap. Mag ik hiervoor uitnodigen de coördinator kabinet communicatiekabinet van de president, mevrouw Shivani Kitwaru. Mag ik de president en de vice-president uitnodigen om een exemplaar van het boekwerk in ontvangst te nemen? Zijn excellenties, het is een genoegen om dit boekwerk aan u te presenteren.
Ondanks het kort tijdsbestek is het ons geluk om dit prachtig boekwerk met de positieve resultaten van de regering onder uw leiding in elkaar te zetten. Namens de Technische Commissie hopen wij dat dit boek bijdraagt aan de bewustwording en bekendheid van de positieve resultaten en de bijzondere inspanningen van de regering. Ik wens u veel leesplezier en feliciteer ieder met de behaalde resultaten. Van crisisbeheersing naar stabilisatie, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel, president. En dank u wel, vicepresident en mevrouw Kedwariu voor de overhandiging van het boekwerk. Zo, dames en heren, mag ik nu uw aandacht voor de toespraak van de president van de Republiek Suriname. Excellentie, alsjeblieft. Dank u wel, Master of Ceremony. Nogmaals, geachte aanwezigen. Een frisse middag. Vicepresident, leden van de Raad van Ministers, directeuren van departementen, maar in het bijzonder onze aanwezige ambassadeurs van heinde en ver zijn jullie vandaag hier. Ik herken een paar bijna niet, zo lang heb ik jullie niet gezien. Maar ik kreeg altijd die goede informatie. Met betrekking tot beleid altijd op tijd. Leden van de media, dames en heren, maar ook alle personen, onze landgenoten hier in Suriname, ook daar ver in de diaspora, die meeluisteren via onze mediawerkers, de mediahuizen, de journalisten, mijn dank daarvoor. Ik dank u ook voor de belangstelling die u vandaag toont om met ons samen te zijn op deze persconferentie van de regering. 4 jaar na de verkiezing op 25 mei 2020. En zoals u net gezien heeft, daarover straks nog meer. Is er hard gewerkt. Is er veel gerealiseerd. Dat is wat het volk van ons verwacht had. 4 jaar geleden ons mandaat geven om het land te gaan redden, om te gaan regeren, om de problemen op te lossen. En ja, die problemen waren enorm. De crisis waren multiple en ingrijpend in onze samenleving. Ons geliefd Suriname was letterlijk ziek gemaakt. En we kennen de ziekteverschijnselen op verschillende beleidsterreinen, financieel, economisch, bestuurlijk, maar ook dat er uitdagingen waren in de periode, denkt u aan COVID-19, pandemie. Maar desondanks is er gewerkt geworden. Desondanks is er gepresteerd geworden en zoals eerder aangegeven, zijn de resultaten verwerkt in het boek dat net is overhandigd aan ons en straks wordt het ook overhandigd aan u. De komende tijd zult u nog meer informatie krijgen, additioneel van datgene wat nog niet in het boek staat. Want we gaan doorwerken. Vooral de 12 maanden. Daar zijn de prioriteiten bijgesteld. Daarover heb ik afgelopen 3 weken intensief bilateraal overleg gehad met alle ministers, de vicepresident en ons nieuw traject voor de 12 maanden aangegeven, de prioriteiten bijgesteld. En dat zal ons agenda zijn voor de 12 maanden. Er is veel hersteld, er is veel ingehaald, veel op rails gezet. Natuurlijk konden we nog meer doen. We wilden nog meer doen en willen we nog meer doen. Echter moet je ook rekenen houden dat we het wind niet altijd mee hadden, de omstandigheden niet altijd mee hadden.
tekort, capaciteit, expertise, beperkte financiële middelen. COVID-19 pandemie en de impact daarvan heb ik net aangegeven. De gevolgen van klimaatcrisis, denkt u aan de vele overstromingen, watersnood in het binnenland, de kuststrook. De impact van de oorlog en hoge prijzen van geïmporteerde goederen, maar ook een zwaar IMF-programma met harde randvoorwaarden. En ook die coalitie waarmee we al deze plannen en al het beleid uitvoeren, daar zijn er soms ook uitdagingen waar we tijd en aandacht moeten schenken om ook te zorgen dat wij doorgaan met onze stabiele regering. Maar feit is namelijk dat we na 4 jaar kunnen zeggen dat met goede crisisbeheersing, met goed crisismanagement, met goed leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid, maar wel collectieve inspanning, wel samen ervoor gezorgd hebben dat we uit de crisis zijn. En dat iedereen daar een bijdrage heeft geleverd. En dat is bijzonder belangrijk om dat vandaag te bevestigen. Goede samenwerking met de vakbonden. Goed overleg binnen de coalitie. Goed overleg met de Nationale Assemblée. Goed overleg met tal van functionele groepen in de samenleving. 2 maanden uitgetrokken voor nationaal dialoog. Blijven communiceren met de samenleving en je plannen bijstellen. En natuurlijk, als we terugkijken, zien we dat er hard is gewerkt. We zien ook namelijk dat we beleidskeuzes gemaakt hebben waar we nog steeds achter staan. En natuurlijk zouden bepaalde beleidskeuzes misschien anders ingericht moeten worden. En misschien ook de aanpak een andere moeten zijn. En dat onderkennen wij ook. En dat er soms fouten gemaakt worden. En dat we moeten corrigeren. En dat we moeten verbeteren. Daarvoor nemen we onze verantwoordelijkheid. En dat gaat u ook merken de komende periode. Waar er gewerkt wordt, kunnen er ook inschattingsfouten gemaakt worden. Waar er gewerkt wordt, kunnen er ook menselijke fouten gemaakt worden. Graag aanwezigen. Het is bijzonder belangrijk dat we fundamentele hervormingen hebben kunnen doorvoeren. En misschien zal het nog niet bij velen nog het besef aanwezig zijn wat wij precies gedaan hebben. Omdat natuurlijk die maatregelen ook zorg dragen voor een stukje pijn in de samenleving bij de burger. Maar uiteindelijk zal men beseffen, somewhere down the road, iedereen binnen zijn eigen tijdlijn. Ja, het heeft een beetje pijn gedaan, maar die maatregelen waren noodzakelijk. De man besap sa de bedu. De man sap fa umbechara uroko gomoro fara. Want nu zien we wel die voordelen ervan. En zo moeten we ons leven ook zien. Dat wij slechts tijdelijk hier op aarde zijn. En soms in deze levensfase offers moeten brengen voor die volgende generatie. Voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen, achterkleinkinderen die hier na ons gaan komen. Dat een goed land ontwikkelen, stabiliteit creëren. En niet die verantwoordelijkheid van ons afschuiven. En niet die problemen van ons voorschuiven. Maar ik denk er allemaal los in op. Mekatra regering zou komen lossen op. Dat is niet ons karakter als regering. Wij hebben ons gecommitteerd om duurzaam de problemen van de samenleving op te lossen. Graag aanwezigen. We zien ook de personen en de groepen die zich klaarmaken. En die ons dagelijks bekritiseren. En wij zijn open voor kritiek. Maar we moeten wel heel serieus kijken naar die groepen, naar die personen en die politieke partijen die kritiek leveren en denken en zeggen ook beter te doen terwijl zij de veroorzakers zijn van die ernstige crisis.
Terwijl zij gezorgd hebben voor die verarming van het volk. Terwijl zij gezorgd hebben dat we in een ernstige schuldpositie terecht zijn gekomen. Dat zij gezorgd hebben voor een instabiele economie. En dat zij gezorgd hebben dat we als land bankroet zijn geworden. Ja, dat waren we. Laat dat ook gezegd zijn. Maar als ze het beter willen doen, laat ze dan ook hun fouten erkennen en accepteren en verontschuldigen aanbieden aan de samenleving. Maar laten ze wel een plan presenteren hoe ze het beter willen doen. En ook die andere organisaties en personen die nooit bestuurlijke ervaring gehad hebben en constant aan de kantlijn de samenleving proberen te beïnvloeden, dat ze het beter gaan doen. Geen probleem. Laten zij presenteren wat ze gaan doen. Als ze zeggen dat ze het IMF-programma onmiddellijk gaan stoppen, laten ze dat zeggen. Als ze gaan zeggen, nee, we gaan weer ambtenaren in dienst nemen en weer brengen naar 60.000, 70.000, laten ze dat gaan zeggen. Als ze weer schuld gaan nemen om ons land bankroet te maken, laten ze dat gaan zeggen. En als ze weer die economie kapot willen maken door allerlei inflatorenmaten, dan moeten ze dat ook zeggen. Maar gewoon kritiek leveren, populistisch doen, is niet correct. Je bent bezig die samenleving te misleiden. We hebben onze comité om door te gaan met de stabilisering, door te gaan met de economische groei. En we gaan, dat moeten voortzetten. Het hervormingsprogramma gaat door. We hebben met succes ons 4 miljard US dollar schuld kunnen herschikken. Dat wij als land ademruimte hebben. Dat we niet onder druk geplaatst worden door verschillende schuldeisers. Dat we niet gebracht worden naar internationale gerechten om ons schuld af te lossen. Dat ons kapitaal, wat we als nationaal inkomen hebben, besteed zal moeten worden aan aflossing van schulden. Wat zouden we aan salaris moeten betalen? Wat zouden we aan pensioenen moeten betalen? We hebben het kunnen herschikken, duurzaam. Dat onze kinderen die schuld draaglijk gaan vinden tot en met 2050. Rustig aflossen op basis van je inkomen, op basis van je aflossingscapaciteit, op basis van het draagvermogen van onze samenleving. Dat hebben we kunnen bereiken. Met goed vertrouwen, met onderhandeling. En daar is het resultaat. Maar wel moet ervoor zorg dragen dat we als land nooit meer in die situatie terechtkomen van hoge schulden. Dat moet ons commitment zijn. Anders zijn die offers voor niemendal gebracht. Door het volk. We hebben dat gedaan op basis van ook het internationaal vertrouwen, mijn mensen. En die effecten merken we. Ik ga je een voorbeeld geven. En dat is jammer dat er zulke goede dingen in het land gebeuren. Maar toch die informatie daar terecht komt waar het noodzakelijk is, met name bij het gewone volk. Ik heb vorige week een ontmoeting gehad met alle bankdirecteuren in het land en ook een beroep op hen gedaan. Laten we meewerken aan die ondersteuning van het economisch beleid. Laten we meewerken aan verdere stabilisatie van ons financieel beleid. Want 4 jaar geleden waren de meeste banken wankel. En velen op de grens van faillissement. Dat kan ik nu vandaag wel zeggen. Dat ze geen geld hadden in die ATM's. En zij die een dollar account hadden, die weten het. Je kon niet eens aan je eigen dollar account komen op de bank. En na veel biggie en contacten kreeg je 50 US dollar per maand van jouw account. Vandaag, na 4 jaar, nodigen de banken hun cliënten en burgers uit om 10.000 US dollar per maand bij hen te komen kopen vandaag. En de burger is niet geïnteresseerd. De burger heeft vertrouwen in haar SRD. Het vertrouwen is terug in je SRD. En ik doe een beroep op die banken, maar al die marktverkopers, die buschauffeurs, die worstverkoper, die ijsverkoper, die mensen willen ook een bankaccount hebben. En jullie komen met zoveel bureaucratische verhalen. En ik heb een beroep op hen gedaan. En reeds volgende dag na die ontmoeting hebben 2 banken
onmiddellijk bekendgemaakt. Hun hypotheekrente is teruggebracht van 30% naar 12%. Hoeveel mensen weten dat? Gaat u vandaag bij Finabank? Gaat u vandaag bij DSB? En gisteravond appte een burger me. President, is dit fake? Is dit echt? Ik zeg, wat is dit? Namelijk dat ik met mijn ID-kaart naar Finabank kan gaan om mijn account te openen. Alleen mijn ID-kaart. Ik zeg, oh, wacht even, ik heb wel een beroep op me gedaan. Ik heb direct de directeur van Finabank gebeld. Zeg, directeur, ik krijg deze vraag van een burger. Klopt het? Ja of nee? Ja, president. Vanaf vandaag kunnen alle burgers met een ID-kaart een account openen daar zo. Nou, ik hoop dat die andere banken ook gaan volgen. Dit is financial inclusion. Dat iedere burger een account heeft en geld gestort kan krijgen. Weet je hoe dit enorm gaat werken naar het sociaal programma van ons? Dat we makkelijker de burger kunnen bereiken om geld op hun rekening te storten. En niet via ambtenaren en via tussenpersonen. En niet via allerlei figuren die misbruik maken van deze situatie. Ik kom straks daarop terug. Mijn mensen. In die moeilijke tijd hebben we Suriname kunnen loodsen waar we op de grens stonden om geblacklist te worden. En u kunt ze nog even nog heugen. Allerlei professoren en geweldige personen in dit land. Suriname gaat geblacklist worden. Ik kreeg het gevoel als ze gingen wensen. Dat we geblacklist moesten worden. Gaat u naar wie die mensen zijn, die geweldige mensen? Wel, we hebben met ons regeerteam, met alle deskundigen, Suriname kunnen loodsen uit de risicozone om gegreylist te worden of om geblacklist te worden. We zijn veilig. Onze economie is veilig. Onze banken zijn veilig. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. We hebben nog een traject af te leggen om te voldoen aan alle compliance regels in alle sectoren, met name in de goudsector. Dat zal onze prioriteit zijn. Maar mijn mensen, we hebben het kunnen loodsen. We hebben ook onze internationale samenwerking versterkt, goede allianties gecreëerd met onze buurlanden, ook in CARICOM-verband. De diplomatieke samenwerking zijn uitgebreid. We hebben nieuwe landen in de rij der landen geplaatst waarmee we samenwerking zijn aangegaan. Met de landen met wie we al die tijd nauw hebben samengewerkt, daar hebben we de samenwerking verder geïntensiveerd, verbreed en uitgebreid. We hebben, mijn mensen, voor het volk een historisch besluit genomen. Dat eindelijk elke burger dezelfde stem heeft in een verkiezing. Ongeacht wie je bent, wat je bent, waar je geboren bent en waar je woonachtig bent. Jouw stem is één en dezelfde. En dat is een kiesstelsel op basis van landelijke evenredigheid. Hier gaat de burger weer haar trots krijgen. Waar mensen, ja, Sandy Mugosteng, Misteng, nou, Olasi. Elke stem zal tellen in die landelijke evenredigheid. En dit is historisch. We hebben altijd een kiesstelsel in het land gehad. Vanaf ons landsbestuur. Dat discriminerend was. Dat groepen ging uitsluiten. Dat districten ging uitsluiten. En dat was bewust gecreëerd. Om de macht in feite te behouden en te laten zijn in handen van een kleine groep. Nu kan iedereen op gelijke wijze strijd leveren op basis van nieuw kiesstelsel waarmee we meer democratisch gehalte gaan toevoegen in onze samenleving. Mijn mensen, we moeten ook rekening houden dat we zware maatregelen hebben moeten treffen, ja. Die subsidies moesten afgebouwd worden. En ik hoop dat de minister van Financiën een keertje het totale bedrag zal presenteren. Wat we aan subsidie betalen. Het gaat om miljarden wat we aan subsidie betalen in het land. En wie betaalt het? Het volk.
dat geld dat het volk zou kunnen gebruiken om te investeren in de eigen leefomgeving, wat wij als regering zouden kunnen gebruiken voor veiligheid, voor gezondheid, voor onderwijs, voor infrastructuur, dat geld wordt aangewend voor subsidie. En ja, we hebben al die tijd, langer dan 40 jaar, geleefd in een soort schijnwelvaart. Begrijpt u dat wij niet alleen die problemen van afgelopen 10 jaar moesten oplossen als regering, maar ook de problemen van afgelopen 40 jaar? En daarvoor heb je durf en moed nodig om dat te kunnen doen. Wetende dat je het volk tegen jou gaat krijgen. Wetende dat er ontevredenheid gaat ontstaan. En wij zeggen, we bouwen objectsubsidie af. Maar we komen in met subjectsubsidie. Helpen van de burgers die het moeilijk hebben, die het niet kunnen betalen. En dat doen we en dat gaan we blijven doen. Dat is het doel van een sociaal programma. De kwetsbare groepen beschermen. De personen, de groepen die de impact van de afbouw van de subsidie niet goed kunnen dragen. Ondersteunen met een goede registratie, met goed beleid. En we gaan ook zorg dragen dat ook nieuwe groepen hierbij beschermd zullen worden. We zijn bezig met exercities om ook jongeren, studenten te beschermen. We zijn bezig om ook boeren die slachtoffer zijn geworden van droogte, om na te gaan hoe we hun kunnen beschermen. Op dit moment zijn we bezig met voedselpakketten in de verschillende districten, om daar de personen te beschermen. En er komt een nieuwe prioriteitenlijst, mijn mensen. En ook het ambtenarenapparaat. Het ambtenarenapparaat, dat wordt afgebouwd. Weet u hoeveel deskundige personen bij de overheid werken? Weet u hoeveel werk er dagelijks verzet wordt door ambtenaren met slechte financiële positie? Maar je kan hun financiële positie niet verbeteren, omdat er even grote deel als die serieuze en professionele ambtenaren ook daar aanwezig is, bestaan uit ambtenaren die niet werken, die thuis zitten, die spookambtenaren zijn. En dat is al langer dan 40 jaar zo. Wij hebben gezegd, wij zijn een regering om te zorgen dat we het land gezond gaan maken, de economie gezond gaan maken, maar ook het ambtenaarapparaat gezond gaan maken. Dus ook hier zijn we al begonnen af te bouwen op een verantwoorde wijze. En er gaan zoveel financiële middelen vrijkomen als we een paar duizenden van de ambtenaren op een verantwoorde wijze kunnen afvloeien. En die extra middelen die gaan vrijkomen, laat die middelen aangewend worden voor rechtspositieverbetering van die andere ambtenaren die dag en nacht hard werken. Zonder dat je extra kapitaal hoeft te investeren. Maar al die personen die afgevloeid worden, dat is besluit van de regering. Elke investeerder die in Suriname zich aanmeldt, is eerste afspraak. U gaat een deel van mijn ambtenaar moeten opvangen in uw investeringsbedrijf. En het ministerie van Arbeid heeft opdracht gehad om samen met dat bedrijf, samen met het bedrijfsleven, voor die training zorg te dragen. Dat die ambtenaren goed getraind daar in die bedrijven te werk gesteld gaan worden. Zodat, en ze gaan misschien een beter inkomen hebben dan bij de overheid. Want de private sector geeft ook goede financiële, rechtspositionele voorzieningen. Het zijn geen makkelijke beslissingen, mijn mensen. We hebben het in 4 jaar tijd al deze maatregelen moeten treffen. Nu een stabiele basis gecreëerd en een goede uitgangspositie voor die resterende 12 maanden, waarbij de prioriteiten al bilateraal met de ministers besproken zijn en aanstaande woensdag in de regeringsraad gepresenteerd gaan worden. Maar daar hebben we die grote uitdaging. Zoals deze resultaten hebben kunnen neerzetten,
met al die beperkingen en al die onmogelijkheden en al die uitdagingen. Maar vanaf 2028 hebben we onze eerste first oil in Suriname. Met veel inkomsten vanaf dat moment. En dat betekent, zoals de grondwet dat zegt, de natuurlijke hulpbronnen behoren het volk toe, de natie toe, dat de samenleving daarvan moet profiteren. We gaan beschermen in ons spaar- en stabilisatiefonds voor de volgende generatie, voor diversifieren van de economie, voor verhogen van de productie. We gaan een deel gebruiken om onze energie te transformeren naar green, want die fossiele brandstof, gas, oil en gas, die gaan opraken. En wat moet je daar in de plaats hebben? De groene energie. En dan moet je nu al gebruik maken van de inkomsten om te gaan naar die green. En dat doen we nu al met zonne-energie investeringen. De hydro hebben we. Studie van windenergie is gaande. Biomass projecten die zijn al geformuleerd. Maar tegelijkertijd moeten we die inkomsten gebruiken om die instituten van de overheid te versterken. Veiligheidsinstituten, gezondheidsinstituten, onderwijsinstituten. Maar bovenal, laat het volk merken. Laat het volk merken dat ze ook welvaart krijgen. Laat het volk merken dat er ook meer inkomsten is in de pocket. Laat er ook salarisverbetering komen. Laat er een inhaalslag gemaakt worden. Dat alle mensen weer een goed salaris hebben om goed te kunnen leven. En dat ze mee profiteren van de rijkdommen van het land. Maar daarvoor hebben we een goed regering nodig. Om dit te kunnen continueren. Daarvoor hebben we een regering nodig. Met goed bestuur. Daarvoor hebben we een regering nodig. Die op een verantwoorde wijze om kan gaan met de inkomsten uit oil en gas. En we kijken uit naar 25 mei 2025. Wie die regeringen zijn, wie die partijen zijn die een plan daarvoor hebben. We hebben tenminste een plan. We hebben tenminste een visie. En we kijken uit naar hun plannen. Maar één ding is duidelijk. Eén verkeerde regering en slecht bestuur, dan zullen die inkomsten van die oil en gas net zo eindigen als vele landen in de wereld. Eentje niet ver in onze eigen regio hier. Dat je dan toch een van de armste landen kan worden. Dat is de vloek van de olie. The curse of oil and gas. The Dutch disease. Wat we niet willen hebben. Mijn mensen, prachtige toekomst. Die we allemaal samen kunnen gaan creëren voor onze samenleving. De prioriteiten die we als regering voor de komende periode hebben vastgesteld, die zijn duidelijk. 1. Hoge prioriteit. Een volledig, let wel, volledig oplossen van alle conflicten met betrekking tot grondbeleid. Er zijn veel conflicten. En dit staat als nummer 1 op onze agenda. 2. Is drastisch verbeteren van ons sociaal programma. En u gaat komende tijd merken welke die drastische maatregelen zullen zijn binnen ons sociaal programma. Want er zijn enorm veel inefficiencies. Er is enorm veel misbruik van het systeem van het sociaal programma. Enorm veel. Dat daar waar burgers wachten, burgers die recht hebben op die 1800, elke dag app sturen naar de president en zoveel andere autoriteiten. En als ik doorstuur naar sociale zaken, dan kan het wel opgelost worden. Maar het blijkt dat die gelden elders gingen. De justitie is al ingeschakeld. De politie is bezig met een intensief onderzoek. Hoe gelden bestemd voor het volk gebruikt zijn op een onjuiste wijze en gestort zijn op namen van personen, op namen van rechtspersonen,
Maar ook hoeveel moneycartas er oneigenlijk gebruikt is. En dat de personen in de samenleving rondlopen met meerdere moneycartas. Terwijl ze daarop geen enkel aanspraak maken. We zijn blij met het onderzoek. We kijken uit naar onderzoek die staat. Maar wij als regering gaan ingrijpen. Daarover heb ik al goed gesprek gehad met de vicepresident. En komende dagen moet u dat merken. Prioriteit woningbouw. Landelijk woningbouw zal geïntensiveerd worden. Goedkoop voedselprogramma zal uitgebreid worden en geïntensiveerd worden. Veiligheid zal opgevoerd worden. En ik zal als president persoonlijk, en dat doe ik al, van het kabinet dat beleid aansturen. En wekelijks hebben we overleg. Gezondheid, medicijnen moeten beschikbaar zijn. Ik heb net bericht gehad van directeur BGVS dat we zoveel medicijnen gehad hebben uit de eerdere afspraken en investeringen van India's farmacie in Suriname. Dat voor eerstkomend jaar voldoende medicijnen gegarandeerd zijn voor Suriname en dat al deze medicijnen nu gecertificeerd zijn. Dus er mag geen medicijnprobleem zijn. Ons beleid is, die medicijnen moeten daar bij het volk komen. De medicijnen moeten daar in die apotheken beschikbaar zijn, die verschillende resorten en die RGD-polies. En de samenleving mag geen problemen hebben. Alle apparatuur in de ziekenhuizen, daar hebben we geld geïnvesteerd. Ze moeten allemaal functioneel zijn. En niet als de burger daar gaat, apparaat neerrokken, dat neerrokken, die is neerrokken. Maar natuurlijk moet er goed beleid zijn qua onderhoud. Natuurlijk moet er goed beleid zijn om na te gaan wie allemaal daarvan gebruik mag en wie daarvoor betaalt. Het zijn allemaal zaken die met flankerend beleid te maken hebben. Investeringen in het binnenland, drinkwater, zonne-energie, opvoeren van de productie. En natuurlijk moeten we het resultaat van het macro-economisch beleid vertalen nu naar de samenleving, naar een microniveau. Dat wil die samenleving zien, die voordelen. Ja, maar president, Messia-inflatie uitdalen, Messia-koers uitdalen, maar de prijzen naar winkel niet dalen. Dat speelt bij de samenleving. En gelukkig heb ik de Vereniging van Importeurs gehoord, ook daar gaat er daling plaatsvinden. En het ministerie van Economische Zaken heeft opdracht gehad om intensieve en agressieve controle uit te oefenen op al de producten die bestemd zijn voor consumptie, voor de samenleving. Eén ding is duidelijk, dat is de rapportage wat ik gehad heb van het ministerie van Economische Zaken. De prijzen van alle 40 basisgoederen zijn stabiel in alle supermarkten. Dat is belangrijk. En als die foodbaskets hun nog verder omlaag kunnen trekken, dan moet dat gebeuren. Maar daar is eerst, nu is opdracht gegeven aan het ministerie van Economische Zaken om nog een lijst te maken van 40 producten die niet voorkomen op de lijst van 40 basis, om daar die prijscontrole in te zetten. Ook daar moeten die prijzen omlaag. Mijn mensen, we hebben een sterk fundament gelegd. We zijn open als regering voor overleg met alle betrokken partijen. We hebben goed overleg met de vakbonden. We zijn in overleg nu op twee trajecten. Eén is het traject om te komen tot een nieuwe overeenstemming met betrekking tot koopkrachtversterking vanaf de maand juli. En we kijken uit wat de inzichten zijn van de vakbonden. Ik heb als president al gezegd, het volk heeft zware offers gebracht. Tijd dat we teruggeven aan het volk. Alleen op een verantwoorde wijze. Dat die economie stabiel blijft, dat die koers stabiel blijft, dat de inflatie stabiel blijft. En laten we kijken wat die economie kan dragen. Maar terecht, ze hebben zware offers gebracht. Ze moeten terugkrijgen. Een tweede traject met de vakbond is vraagstuk van de energietarieven. En ook daar, en ik heb die vakbondsleiders ook gevraagd, gaan jullie bij jullie leden naar verzamel alle bewijsstukken van me, alle documenten waaruit blijkt dat bepaalde categorieën van verbruikers meer betaald hebben dan zoals eerder door deskundigen berekend en aan de regering gepresenteerd en goedgekeurd door de regering. En daar heeft vakbond gezegd, ja, we hebben ons eigen technisch team. Wij als regering hebben gezegd, ja, dat is ons technisch team. Gaan jullie bij elkaar komen en gaan na hoe die prijs
berekend is geworden, welke wij goedgekeurd hebben aan de hand van calculaties, van inkoop van energie van hydro, van kopen van energie uit de fossiele brandstof, maar ook die vaststelling van hoe het tarief uiteindelijk komt. En daar kunnen er verschillen van inzichten zijn, daar kunnen er verschillen zijn van berekeningsmodaliteiten, daar kunnen er ook principiële verschillen zijn die liggen op een visie wat je hebt en een visie die die andere heeft. Opdracht is, laten we dit harmoniseren, laten we alle inzichten bij elkaar brengen, hopelijk dat we volgende week al een overeenstemming hebben bereikt. Dan gaan we zien wat die impact is op de berekende prijs. En als er fouten gemaakt zijn door ons, gaan we het corrigeren. Tweede is namelijk dat we nu kijken naar die tarieven. En een paar dingen zijn duidelijk, mijn mensen. Laat het nog een keertje hier bevestigd worden. De regering is niet over één nacht ijs gegaan om te zeggen, we gaan die energietarieven vaststellen op ei. Nee, er is studie geweest. Er zijn presentaties geweest. Er zijn berekeningen geweest. 4 maanden lang. Voordat we goedgekeurd hebben, vanaf december vorig jaar. En uiteindelijk is er vastgesteld aan de hand van cijfers van EBS, waar die grootste categorie van verbruikers zit bij EBS. En dat is ongeveer 117.000 zit bij een gebruik van 500 kilowattuur. Daar zit de grootste groep. En wij zeggen, dan is die de groep die we als eerste gaan beschermen. En deze groep krijgt een verhoging tot 400 SRD. En ze krijgen direct die 400 SRD terug. Alleen heeft EBS verzuimd dat op die rekening aan te geven. Meneer, mevrouw, dit was uw rekening. Met de verhoging betaalt u X plus Y. Dus Y meer, maar de regering betaalt Y voor u. En omdat dat niet is, krijg je speculaties. Ja, heb ik meer betaald? Heb ik minder betaald? Ik weet het niet. Komende maand heeft EBS beloofd wel die informatie daar te plaatsen. Wat is EBS, wat is de tweede categorie samen met energieautoriteit? Wat is de tweede categorie van verbruikers? President, regering, tot 900 kilowattuur. Daar zit je 92% van alle verbruikers. 92 van de Surinaamse samenleving. Oké, dan gaan we ook hun tot 900, die 400 teruggeven. Dus als iemand 1000 verbruikt, of 1100... en die krijgt een verhoging van 600, of 700, of 800, daarvan krijgt hij 400 terug. En dit zou ook op jouw rekening moeten staan. Maar dat is weggebleven. Maar perceptie is, ik betaal 1000 akkoord. Vakbonden, zoek al deze zaken voor me. Zijn er fouten gemaakt? Zijn er inderdaad mensen die 9 of 1000 gebruiken, maar 1000, 2000, 3000 verhoging gehad? Ik wil ze zien. Dan gaan we ze corrigeren als het inderdaad zo is. Dus mijn mensen, we hebben verschillende groepen bestellen. En voor KMO's, klein en middelgroot bedrijven, als zij een slachtoffer worden van verhoogde energietarief, bij economische zaken, formulier ontwikkeld, invullen en vragen om ondersteuning, gaan we stuk voor stuk beoordelen. Alle grote bedrijven die volle pond gaan betalen, en alle personen die volle pond gaan betalen, dat is een groep van ongeveer 7%, komt u met uw belasting 2023, met uw belastingaangifte 2024, kijkt u regering, hier heb ik meer kosten gemaakt als gevolg van extra energiekosten. U gaat belastingincentives krijgen daarvoor. Dus alle groepen zijn berekend. Nou, dit moeten we heel simpel uitleggen. En nogmaals, als er fouten gemaakt zijn, we corrigeren. Wij willen namelijk dat alles betaalbaar blijft voor ieder. Mijn mensen, er is nog veel te vertellen. Alles vindt u terug in het boek. En ik ga afsluiten door jullie allemaal te bedanken, de gemeenschap te bedanken, ook voor die ondersteuning. We hebben wat ernstige incidenten gehad, ja. We hebben het nationaal dialoog na het incident ingezet, de inzichten meegenomen in ons actieplan. Dat actieplan wordt uitgevoerd. En nu gaan we transformeren naar een prioriteitenlijst voor de 12 maanden. Mijn mensen, het goede werk moet afgemaakt worden. Wij gaan door met besturen.
En we moeten die samenleving goed informeren. Dat ook goed is voor de samenleving, dat beleid gecontinueerd wordt. Natuurlijk, daar waar aanpassingen gepleegd moeten worden, plegen van die aanpassingen. Daar waar gecorrigeerd moet worden, corrigeren. Maar wij moeten als regering die gelegenheid krijgen van die samenleving ook. Dat we dit werk kunnen afronden. Aburoko, moest God door. Mag ik u bedanken en God bless you. Ja, dank u wel, excellentie. Dames en heren, ik mag aangeven dat het boekwerk in het kader van 4 jaar regering Santokki-Brunswijk via de overheidswebsite gov.sr beschikbaar zal worden gesteld aan de samenleving. Daar kunt u terecht voor het downloaden van de digitale versie van dit boek. De digitale versie zal ook beschikbaar worden gesteld via de mail aan de media. En voor elk een die hier aanwezig is, zal na afloop van deze persconferentie een exemplaar overhandigd worden. Met het uitgebreid woord van de president gaan wij nu over naar de vragenronde voor de leden van de media. Wij zullen deze vragenronde in 2 delen doen. En ik vraag u om per ronde uw vragen te beperken tot 3, maximaal 3 vragen per mediahuis. Zodat wij elk één in de gelegenheid kunnen stellen om vragen aan de president, de vicepresident en de aanwezige ministers hier te stellen. Er is ook aan deze persconferentie een appnummer gekoppeld voor de mediahuizen die niet hier aanwezig zijn. Die kunnen dan hun app sturen, hun vragen sturen naar het nummer 471350. Ik herhaal dit nummer. 471350. Mag ik nu de media hier aanwezig uitnodigen? Er is een microfoon in de zaal. Als u een vraag wenst te stellen, mag u naar de microfoon toe lopen en uw vraag stellen. Oh, ik kan blijven zitten. Dan moet ik staan. Kunt u graag uw naam doorgeven van welk medium u bent en voor wie u de vraag stelt? Yes, goedemorgen of goedemiddag. Mijn naam is Gloria Botje, Travasde en Rasonic Media. President, ik heb geluisterd naar uw uitleg en ik heb wat vragen. Ik mag 3 aan de president stellen of 3 in totaal? Ja, nu? Totaal. Ja. Oké, dan ga ik me beperken tot 1 voor de president. En dan, ik mag de andere ministers ook aan vragen stellen? Is dat... Jawel. Oké. President, u heeft aangegeven dat u wil werken aan transparantie. Hoe zit het met het rendement van de commissies die u allemaal heeft benoemd? Is er data beschikbaar? Wet openbaarheid van bestuur is er niet, dus je kan niets vinden op het net. Minister van Financiën is er niet, dus minister Sociale Zaken. De wet opvanginstellingen 2014 aangenomen. 10 jaar na dato nog steeds geen controledienst en nog steeds geen raad van toezicht benoemd. Gaat u zich hard maken om dat te doen vanwege de vele excessen in die branche? En even kijken. Minister Onderwijs, ik heb van verschillende mensen gehoord, naar aanleiding van de persconferentie gisteren, dat toch wat verkeerd is gegaan bij de registratie. Wat kunnen mensen concreet doen om die wel zijn verschenen op het werk, presentie hebben getekend, maar echter toch hun geld niet krijgen? Dank u wel. Ja, dank u wel. Excellentie. Ja, bedankt. Ten aanzien van de presidentiële commissies. Kijk u mevrouw. In feite zou je niet altijd voor elk ingewikkeld vraagstuk een presidentiële commissie hoeven te hebben. Maar het begint met wat is die capaciteit zelf op de ministeries. Tweede is, sommige vraagstukken hebben zo'n integraliteit dat 1 ministerie het niet zou kunnen doen. Je moet ze in feite gaan bundelen. En de beste bundeling is, breng ze op het niveau van de president. En je kan niet alleen ambtenaren dan bundelen, maar ook externe deskundigen kan je dan bundelen in de presidentiële werk. En ze worden geïnstalleerd voor 3 maanden of 6 maanden. En bij hoge uitzondering krijgen ze een verlenging. Dat zijn allemaal kort. Daarom lijkt het soms een heleboel, maar het zijn allemaal commissies die hun resultaten presenteren. Ik ga een paar voorbeelden noemen.
dat we vandaag nu een anticorruptiecommissie hebben. Dat we vandaag nu heel wat staatsbesluiten al voorbereid hebben om publieke functionarissen te onderwerpen aan de verplichte aangifte van hun vermogen. Dat we een goede bijdrage leveren aan die National Risk Assessment en ook aan IMF voor wat betreft ons anticorruptieprogramma. Dat wordt met name gedaan vanuit de presentiële anticorruptiecommissie onder leiding van mevrouw Rassam, die jaren gewerkt heeft bij het Openbaar Ministerie. Die commissie hebben we al 2 keer verlengd, omdat het nodig is. Het is een bundeling van expertise. Het is belangrijk voor het land. En je ziet de resultaten daarvan. Tweede is die presentiële commissie on oil and gas, waar nationale en internationale deskundigen zitten, mevrouw. Hoe gaat u vanuit 1 ministerie een nationale strategie ontwikkelen met betrekking tot je oil en gas? En deze commissie heeft in 6 maanden tijd de nationale strategie ontwikkeld voor gas, voor Suriname. Is al besproken in de regeringsraad en afgesproken, er gaat nu een workshop komen. Suriname, is dit wat we willen voor onze gasindustrie? Het moet een sociaal-maatschappelijke discussie worden. Ik ga niet afhankelijk zijn van 1 bedrijf in het land dat mij gaat komen vertellen, president, uw gasbeleid moet zo eruit zien. Nee, ik wil een sociaal-maatschappelijke en wetenschappelijke discussie hebben met alle betrokken deskundigen, waarbij ik als adviespresident dit is het beste. Om een gastindustrie en strategie voor het land te ontwikkelen. Ook gecoördineerd vanuit de presidentiële commissie. We hebben ook het beleid gehad met betrekking tot hennep. Ook vanuit de presidentiële commissie, waar alle deskundigen zijn van ministeries en externe deskundigen. Nu hebben we een regelgeving voor die hennepindustrie. Nu komen er zoveel vergunningen aanvragen, waar men deel van de verantwoordelijkheid zit bij volksgezondheid, een deel van de verantwoordelijkheid zit bij LVV, een deel van de verantwoordelijkheid zit bij het ministerie van Economische Zaken, een deel van de verantwoordelijkheid zit bij ROM. Nou bundelen ze bij elkaar. En dat is dan weer een andere presidentiële commissie. Maar nogmaals, ze zijn nodig. West-Suriname, presidentiële commissie, ze hebben die expression of interest door uitgaan. En nu hebben we 7 of 8 bedrijven die zich aangemeld hebben voor exploitatie van bauxietindustrie. Nu zijn ze in de fase van expression of proposals. En 3 bedrijven die aangediend hebben. Nou, het moet vanuit het hoogste gezag gebeuren. Het is functioneel. Maar omdat er vermoedelijk soms onvoldoende informatie krijgt men het gevoel dat die commissies voor lifetime zijn. Die commissies voor vervanging van de ministeriële verantwoordelijkheden zijn. Dat is hem niet. Integendeel bundelen we kennis, deskundigheid en expertise om zaken integraal aan te pakken. Maar ook met betrokkenheid van alle deskundigen wat we in het land hebben. Niet op een ministerie, in het land. Dank u wel, excellentie. De minister van Sosafo. Goedemiddag. Het voorwerk voor het instellen van de raden vanuit het ministerie van Sociale Zaken is reeds gedaan. Dus heel binnenkort zullen de raden ingesteld worden. En de wet is ook al geëvalueerd door een consultant met daarin de actiepunten om over te gaan tot uitvoering van deze wet. Dank u wel. Ja, dank u wel, minister. Dan gaan we naar minister Ori. Goedemiddag van mijn kant. Wij hebben een aantal mensen inderdaad de salarissen zitten blokkeren nu. Wij hebben 1000 personen die niet voldaan hebben aan een aantal aspecten, onder andere registraties, spoken afwezig. Ik weet, als je niet geregistreerd hebt, zijn er dus sancties. We hebben verschillende mogelijkheden aangeboden. Als je geregistreerd hebt, heb je een bepaalde kan overleggen. Heb je dus niet geregistreerd, zo simpel. Dat in die hoeveelheid die wij hebben afgevoerd, zullen zijn die niet op de juiste manier zijn behandeld, kan. We zien 1 voorbeeld. Ik heb afgelopen dagen gezien dat de Bond van het Lager Technisch Onderwijs een stuk heeft ingestuurd, waar blijken dat 32 leraren volgens hun ten onrechte uit het systeem zijn gehaald. Maar ze hebben mooi werk gedaan, complimenten, want ze hebben plotseling namen genoemd,
een keurige lijst waarom, wat er precies aan de hand is. We zien plotseling mobiele nummers die we nooit konden krijgen, want ze reageerden op niks. En voor deze mensen betekent dat we een stukje nazorg gaan plegen. En ook kijken per case hoe serieus is de zaak. Maandag aanstaande zal ik met mijn staf die nazorgteam gaan samenstellen. En wij gaan kijken hoeveel mensen inderdaad misschien door een tekortkoming van ons ten onrechte zijn ingehouden. Dat zullen we herstellen. Maar belangrijk is dat we een daad hebben gesteld omdat wij verplichting hebben binnen het kabinet, ook het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, om zo om te gaan met die zaak. We hebben genoeg waarschuwingen uitgedeeld, we hebben genoeg mogelijkheden gegeven. En nu zie je plotseling een keurige lijst, voorbeeldig van een vakbond die werk heeft gemaakt omdat hun mensen zijn aangemeld. Plotseling zie je een Excel-file met naam, reden. En 80% van die 32 zegt bijvoorbeeld dat ze nooit wisten dat er een registratie bestond. Grappig. Een paar zeggen dat ze ziek zijn. Goed, we gaan per case dus kijken wat er precies aan de hand is. En dan zullen we herstelsituaties plegen. En ik denk dat de gang van zaken op mijn ministerie zo is. Ik moet terug met mijn salariskosten. Is echt een must. En we gaan kijken wie natuurlijk een aanpassing weer krijgt en wat de redenen zijn. We leren van die situatie, maar we moesten dus deze structuur op deze wijze inzetten. We hebben steun van natuurlijk de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën en Planning. En we gaan kijken, elke case wat blijkt dus zeer onterecht te zijn, zullen wij op een gepaste manier onze verontschuldigingen aanbieden, CQ, salarissen herstellen. Ja, dank u wel, minister. De volgende verslaggever, alstublieft. Goedemiddag, Amanda Palis van Key News. Ik zal dan eerst met minister Pani beginnen van Sociale Zaken. Minister Pani, de president heeft aangegeven dat er drastische wijzigingen komen in het sociaal beleid. Kunt u misschien concreet aangeven hoe u dat gaat aanpakken? En ik meen ook te begrijpen dat er ook een kladonderzoek was ingesteld. Kunt u een update overgeven als dat er is? Minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Er is meer tijd gegeven voor overleg met het technische team van de regering en de vakbonden om te praten over de nieuwe energietarieven. Omdat er sprake was van niet genoeg data aanwezig. Is dat intussen al verholpen en wat is... Kunt u misschien ook een update geven over de gesprekken en wat we nog kunnen verwachten? President, ook een vraag voor u. In de nationale DNA is gesproken over een budget van 3,3 miljoen voor het uitgeven van uw verjaardagsfeestje van toen u 65 jaar was geworden. Wat kunt u hierop reageren? Kloppen de zaken die we hadden aangehaald en natuurlijk uw mening hierover? Ja, dank u wel. Dan gaan wij naar de minister van Sociale Zaken. Ten aanzien van het kladonderzoek, dat is nog gaande. Dus we wachten ook nog het resultaat van dit onderzoek af. Het sociaal beleid wordt uitgevoerd conform de wet en regelgeving. En de leiding van het ministerie accepteert geen misstappen gepleegd, door wie dan ook. Dank u wel. Minister Abia Moffo van Natuurlijke Hulpbronnen. Bedankt. Ook van mijn kant van harte goedemiddag. Ten aanzien van de gesprekken met de EBS-tarievencommissie, ik moet aangeven dat die gesprekken... sinds 2022 zijn aangevangen. Dus het is niet nu dat we begonnen zijn met praten. Heel veel momenten geweest van overleg met de tarievencommissie die gestart is met vertegenwoordigers van de overheid, van het bedrijfsleven en van de gezamenlijke vakbeweging. Uiteindelijk hebben die vertegenwoordigers van de overheid zich teruggetrokken. Maar we zijn doorgegaan met het overleg.
De commissie heeft op een bepaald moment een 40 plus 42 taal aanbevelingen gepresenteerd in een rapport. En ik denk dat het verkeerd is om aan te nemen dat wat voorgesteld is door de commissie kopieconform overgenomen zal worden. De president heeft daar net over gesproken. Soms gaat het om kleine verschillen, maar soms gaat het over significante verschillen in methodologie. En daarover moeten we praten. We hebben die aanbevelingen gecategoriseerd en van sommige aanbevelingen hebben we gezegd van deze aanbevelingen kunnen we gelijk implementeren. En dat hebben we ook gedaan. Maar van andere aanbevelingen is er meer overleg nodig, meer tijd nodig. En bijvoorbeeld als je mij zegt van oké, gas is organen, het is bij EBS, het hoort niet daar thuis, want we hebben staatsolie voor olie en gas, dus organen moet naar staatsolie. Oké, dan zeg ik, ja, laten we daarover praten, misschien goed voor de toekomst. Als je me zegt van de vorige regering heeft het besluit genomen om die Afobakka krachtcentrale bij staatsolie onder te brengen in plaats van EBS, terwijl het bij EBS thuis hoort. Ik zeg dat is goed voor de toekomst, laten we daarover praten. En het derde verschil, wat dat betreft, wat mij betreft, is dat een principieel verschil. Wij gaan als regering staatsolie niet opdragen welk prijsniveau gehandhaafd moet worden. Indien er iets moet gebeuren aan het prijsniveau, zal dat op basis van het beleid van staatsolie moeten zijn. U moet weten, en we zien hoe dat heeft gespeeld, hoe dat heeft ingewerkt bij andere staatsbedrijven. Het is die overheid die de tarieven, de prijzen vaststelt. En dat heeft decennia lang geleid tot wat wij zien bij bepaalde staatsbedrijven. Als ik noem bijvoorbeeld SWM met, ik kan zeggen, bijna lege magazijnen. Ik wil niet een soortgelijke situatie bij staatsolie. Staatsolie heeft internationale leningen en bij die leningen zijn er afspraken gemaakt van het armslengte. Staatsolie moet niet vanwege het feit dat het een overheidsbedrijf is, ja, niet marktconforme deals sluiten met de overheid en andere overheidsbedrijven. En op het moment dat staatsolie dat gaat doen, zijn de bedragen die geleend zijn, het kapitaal, wordt dan gelijk opeisbaar door die kredietverstrekkers. Dat is niet een situatie waarin wij ons willen manoeuvreren en staatsolie ook niet. Dus dat is ook een van die dingen wanneer gezegd wordt van de olie die staatsolie verkoopt aan de overheid, aan IBS, is te duur. Staatsolie hanteert de internationale prijzen voor wat olie betreft. Wij gaan staatsolie niet opdragen om lagere prijzen tegen lagere prijzen aan te bieden. Indien het komt uit onderhandeling, dan is het wel genomen. Die data waarover u hebt gesproken, ik heb het ook gehoord. Ik heb gisteren een brief ontvangen waarbij is aangegeven, waarin is opgesomd welke data nog aangeleverd moeten worden. We zullen nagaan hoe dat op een zo snel als mogelijke manier kan plaatsvinden. Sommige data moeten nog verzameld worden. En wat gelijk overgelegd kan worden, zullen we ook doen. Alsjeblieft. Ja, dank u wel, minister. Excellentie, kunt u de vragen van Sam Blankendaal van ABC News dienen zo meteen meenemen in uw beantwoording. Hij vraagt, is de reorganisatie van de Belastingdienst erin geslaagd om meer gelden te innen voor de haven of op de haven, vooral als het gaat om de exporten van hout? Hoe staat het met het tegengaan van de illegaliteit op de haven? De afgelopen jaren is de ECD niet erin geslaagd om de prijscontrole optimaal te doen. Op welke manier zal de president dit laten aanpakken in het laatste jaar?
En hij vraagt ook, zal de regering voor 25 mei 2025 het grondrechtenvraagstuk afhandelen? Wat is het? Wat is het laatste? Zal de regering voor 25 mei 2025 het grondrechtenvraagstuk afhandelen? Ja. Ja, bedankt. Laat me eerst beginnen met de vraag over de jaardag. De president, de persoon van Chan Sant'Oki, heeft zijn jaardag gevierd aan de Rooslaan op Lelydorp, waar het hele volk is uitgenodigd. Daar is mijn jaardag gevierd met het volk en dat is betaald privé. Op kabinet ben je staatshoofd, daar zijn er altijd mensen die je ontvangt. We hebben alle kinderthuizen ontvangen, we hebben alle bejaardeninstellingen ontvangen. Het is ook een programma voor hun geweest, het is consumptie geweest, je personeel, je diplomatic corps. Er is een hele show geweest in de Nationale Assemblée. Ik wist het echt niet, omdat niemand mij geappt had of niemand naar de president gebeld had over een of ander raadsvoorstel. Wat geen officieel raadsvoorstel is. Wat nooit goedgekeurd is. En daarvoor wordt een hele show gemaakt en niemand vraagt aan de president wat er aan de hand is. Pas toen ik bij het programma bij STVS was achter me, zegt de journalist, de man Bombolid heeft een sanatorium. En toen vertelde hij me, dus vrijdag ga ik alle informatie opvragen wat er aan de hand is. En blijkt dat er bewust en op het raadsvoorstel waren er aantekeningen al gemaakt van ongelden op bezwaar. Die ik denk niet meer bewust weggehaald. En dan stuurt men daar. Ik weet niet of hij het bewust doet of iemand hem misleid heeft. Maar uiteindelijk zijn er raadsvoorstellen gepresenteerd met betrekking tot ontvangst door de president van verschillende groepen. En één is een raadsvoorstel van 582.000. En één is een raadsvoorstel van 551.000. Waarbij specifiek is aangegeven met alle noden waarvoor ze bestemd zijn in verband met de ontvangst. Wat op zich gebruikelijk is als staatshoofd. Maar dat wat men daar in DNA een hele show geeft, is gewoon nonsens. Het is gewoon een politieke show die men daar geeft. Maar ook vanwege het feit dat men die vraag niet stelt aan de regering, proef je ook een stukje kwaadaardigheid. Met beschuldigingen, met al die zaken. Ik heb een team van juristen gevraagd om al deze stukken goed te bekijken. Of er niet tijd is om te laten toetsen of men bewust bezig is met valse informatie, met onjuiste informatie, personen te bekladden. En het instituut van DNA te gebruiken om immuniteit te krijgen, maar alles te mogen zeggen. Dan gaan we naar de procureur-generaal sturen om te toetsen hoe dit kan en hoe dit allemaal kan. Maar zo doorgaan kan het niet. Begrijp je? Dus dat is in feite de informatie. Maar nogmaals, alles wat met de jaardag is thuis gevierd, Lelydorp. En daar zijn ook in de buurt van 10.000 mensen gekomen. Ze hebben allemaal goede ontvangst gehad. Allemaal privé en uiteraard met ondersteuners betaald. Meneer Blankendaal. Ja, ten aanzien van onze belastingdienst, douane, zijn we er nog niet uit. We hebben nu een inspecteur benoemd, voor de eerste keer in de historie een vrouw. We hebben een hoofddouane benoemd, voor de eerste keer in de historie ook een vrouw. Maar de instituten zijn nog niet sterk genoeg om die maximale inkomsten binnen te halen. Voor ons als land. We lopen enorm veel inkomsten mis. En grootste inkomstenverlies hebben we op de haven. Is terecht, zegt de journalist, op de haven. En we hebben opdracht, in aanwezigheid van de minister, opdracht geven aan de inspecteur en hoofddouane. Om alles te doen om die inkomsten op te voeren. Om te gaan digitaliseren. Om te gaan samenwerken met IGOV. En het blijkt namelijk dat inderdaad veel van de zaken goed georganiseerd plaatsvinden. Maar daar moet er opgetreden worden. We hebben nu concrete voorbeelden gehad van deskundigen zelf, hoe we de inkomsten allemaal mislopen. En die vinden plaats op basis van bepaalde goederen. Die bewust overgefactureerd worden.
bijvoorbeeld die basisgoederen, worden bewust overgefactureerd om het een idee te creëren, want als die prijs vastgesteld wordt, dat men een heel klein beetje winst maakt. Terwijl sprake is van overfacturen, maakt men wel grote winst. Nou, die dingen moeten aangepakt worden. Die dingen liggen in het systeem daar, van Asakuda. Dat is de opdracht, naheffing. Dan heb je een groep die zorg draagt namelijk dat er onderfactureren plaatsvindt. Om heel wat goederen weg te halen. Misschien heeft u dit verhaal ook gehoord. Want ik was ook verrast. Plotseling zie je inderdaad crisisbeheersing, of staat armoede in de samenleving. En wat bleek? Grote hoeveelheden sociale pakketten komen aan in Suriname. Maar natuurlijk ga je weer natrekken in de diaspora. Sturen jullie zoveel pakketten? Een paar, ja. Wat bleek? Mensen brengen gewone goederen waarvoor je hoge normale invoerrechten moet betalen als sociaal pakket. En ze worden een sociaal pakket afgehandeld zonder invoerrechten. Dat is de andere opdracht die gegeven. Dus wij zitten hier met een verkeerd beeld. Wie gaat er steun naar komen? Niks steun. Afvoeren dan mij voeren. Toch? Dit moet aangepakt worden. Er zijn nog veel inkomsten die misgelopen waren, ook bij de belasting. Capaciteitsprobleem. En ook daar hebben we gevraagd. Ik heb de minister ook gevraagd. Alle regeringsautoriteiten, alle publieke functionarissen moeten een brief krijgen. Dat ze allemaal hun belasting moeten gaan aanzuiveren. En schrijf die brief ook naar die president. Ik heb die brief al ontvangen. Vipik is dat briefje? Minister, hebben die brief gehad? Iedereen moest een belasting gaan betalen daar. Van mij krijgt die belastingdienst maandag al antwoord. Met alles wat ik reeds betaald heb. Want ik betaal mijn belasting op tijd. Elk jaar maart betaal ik mijn belasting. Zo? Met alle onderbouw. Maar iedereen moet belasting betalen. En dat is het. Laten we eerst met de top beginnen. Iedereen moet gaan betalen. Zo? Dus inderdaad, een zware reorganisatie is nodig. Meer effectiviteit is nodig. En dat geldt ook voor economische zaken met de economische controledienst. Ook daar gaan we drastische verandering aanbrengen. Er worden mensen nu getraind, nieuwe mensen getraind. Zodat we ook nieuwe mensen kunnen inzetten samen met het Nationaal Leger, samen met de politie. Om te zorgen dat alle vormen van economische criminaliteit aangepakt wordt. Bij houtexport, bij goudexport, bij olie. Maar ook wat te maken heeft met de goudwinning in het binnenland. Dus nogmaals, die dingen hebben prioriteit. Nog meer, oh ja, grondrechten. Ja. We hebben het vraagstuk van grondrechten in de regeringstop besproken met de leden van de Nationale Assemblée. De bedoeling is dat we binnen 3 maanden een nota van wijzigingen krijgen. Er is een team samengesteld. En dit team moet de nota van wijzigingen voor de regering gaan voorbereiden. Zodat we die nota van wijzigingen kunnen indienen aan de Nationale Assemblée. En dan gaat de Nationale Assemblée dat afhandelen. Voor 25 mei. VP is die afspraak dat we wet op grondrechten gaan goedkeuren. Dat is de afspraak die we hebben met de leiding van de Nationale Assemblée. Heb je alle vragen beantwoord? Ja, dank u wel, excellentie. We gaan naar de volgende verslaggever hier aanwezig, alsjeblieft. Ja, goedemiddag aan alle excellenties. Jamal Acton, Sunweb TV. President, ik weet niet of u bekend bent met het bericht dat circuleert op social media. Dat over het kapitaalverlies met betrekking tot het cellenhuis of ja, een gevangenneming van meneer gewezen president Bouterse. Hoe staat het met, wat is de status van met betrekking tot de bouw ervan? En hoe staat het met de kwestie OWAS? In hoeverre is deze kwestie al besproken in de regeringsraad? Ik heb begrepen dat de minister van Bibis, minister Ramdin, een gesprek zou hebben met UFAF. En mijn laatste vraag. President, de kwestie van het bejaardentehuis Asiana. De bewoners geven aan dat u ze voor de gek heeft gehouden. De minister van OW had u vertegenwoordigd. Gelukkig is minister Panee of Peen van SOSAVO geweest. Is er al een plan om dit vraagstuk op te lossen? Kunt u uw eerste vraag even weer herhalen? Er circuleert een bericht met betrekking tot het cellenhuis voor gewezen president Bouterse dat werd gebouwd aan de Vluchtstraat. Wat is de status daarvan? Okay. Ja, dank u. Ja, ik denk dat de minister van Justitie en Politie aanwezig is. Zou hij die vraag kunnen beantwoorden?
omdat het een beschikking is van de minister van Justitie en Politie. Ik weet namelijk dat geruime tijd er voorbereidingen zijn getroffen voor de bouw van een celhuis. Maar zulke zaken moeten bij wet geregeld worden, bij beschikking. Dat is de beschikking van de minister van Justitie en Politie. Dus, ja, minister, ik weet niet of jij die vraag kan beantwoorden, want ik ben niet op de hoogte dat die beschikking uit is. Nee, is die beschikking al uit? Ja, ja. Oké, okay, dan misschien kan de minister die vraag zelf beantwoorden. Minister? Ja. Ja, ook goedemiddag van mijn kant. Op uw vraag. Het is een formaliteit. Als je ergens een inrichting voor detentie, gedetineerde inricht, heb je te voldoen aan bepaalde formaliteiten. En dat is dus een beschikking om dat te formaliseren. En dat is ook gedaan. Ik weet niet als u andere vragen meer verduidelijking daarover wil. Dank u wel. Kwestie OWAS, excellentie. Ja, wat is OWAS precies? Wat is de vraag precies? Kunt u uw vraag herhalen? De kwestie OWAS. Ja, pardon. De kwestie OWAS. De bond heeft een petitie ingediend bij het kabinet van de president, zowel bij het kabinet van de vicepresident, zelfs bij het parlement. In hoeverre is deze kwestie al besproken in de regeringsraad? Ja, helder. Wel binnen de regering besloten dat er een clusterteam van ministers is, belast met alle vakbonds aangelegenheden. Dus alles wat binnenkomt bij ons in de vorm van een brief, in de vorm van een petitie, in de vorm van een verzoek, wordt gecoördineerd door een clusterteam van ministers, waarin alle ministers zitten die een stukje verantwoordelijkheid hebben over vakbonds aangelegenheden. En zulke zaken worden daar gestructureerd gedaan. Waarom? Omdat het clusterteam van ministers ook bijgestaan wordt door het onderhandelingsorgaan van de regering. Wij moeten ervoor waken dat er geen discrepantie gaat plaatsvinden door afzonderlijke onderhandelingen. En als je centraal doet, dan heb je ook centraal overzicht over alle toelages en alle zaken die gevraagd worden. Dan kan je ook als regering besluiten welke zijn de zaken die integraal aangepast moeten worden en welke zaken er zijn die naar een beroepsgroep speciaal opgelost moeten worden, die niet vergelijkbaar zijn bij die andere groepen. Dus al deze verzoeken die worden dan doorgeleid. Maar natuurlijk krijg je dan af en toe een verzoek van vakcentrales dat ze liever met de president wensen te praten. Dus we hebben een verzoek gehad vorige week van de Rafaxuur, dat ze liever met de president willen praten. Daarom heb ik die vergadering van woensdag met de Rafaxuur Plus geleid. En aanstaande dinsdag ga ik dat ook doen. Dus ik ben flexibel. Eerst clusterteam van ministers, bijgestaan door het technisch team. En als er toch behoefte is, als daar niet opgelost wordt, dan moet de president altijd gereserveerd worden als een soort beroepsinstantie, dat men bij de president terecht kan. Dus dat is de werkwijze. En ook dat verzoek van OWAS is in behandeling bij het clusterteam van ministers. Ja, dank u wel, president. Kunnen we de minister van SOSAFO vragen om in te gaan op de vraag van status update ASEANA? De aanleiding van de actie bij ASEANA is geweest dat er een groot personeelstekort is en dat de directie nog bewoners blijft binnenhalen. Door pensionering zit ASEANA, niet alleen bij ASEANA, ook bij de Esther Stichting en SPEC, alle zitten met een groot personeelstekort. Er is een personeelstop. Dus door dit tekort is er dan ook een heel lange wachtlijst van cliënten met het verzoek voor opvang in het tehuis. En er was ook een issue met de subsidieaanvraag, die is ondertussen afgerond. Dus binnenkort kan ASEANA over een subsidie beschikken. Ja, ja. Minister, er is... Okay, ja, excellentie. Ja, laat ik even nog toevoegen. Het is inderdaad onder mijn aandacht gebracht dat er een absoluut personeelstekort is. Mijn staf, volgens mij de vicepresident dat ook onder mijn aandacht gebracht.
Er zijn twee oplossingen die direct uitvoerbaar kunnen zijn. Eén is, minister, u moet overleg hebben met minister Binnenlandse Zaken. Er worden ambtenaren afgevloeid. Kijken welke van die ambtenaren die afgevloeid worden daar ingezet kunnen worden. Dat is de meest makkelijke, meest snelle. Dat kunt u binnen een week implementeren. Tweede is, minister, ik heb inderdaad via mijn staf aan u laten doorgeven dat u een verzoek doet aan de president met lijst van hoeveel mensen nodig zijn. En als het dringend karakter is, dan komt er een ontheffing. Een ontheffing op die personeelstop, zodat u de mensen kunt aantrekken. Maar begint u eerst te zoeken bij BISA. Ja. Dank u wel, excellentie. Mevrouw Urita Chanawe van De Waretijd vraagt hoe het loopt met het AHP-programma. Zijn er al mensen aan het bouwen en is de ISDB-financiering voor het project voortgezet of stopgezet? Ja. AHP staat voor Affordable Housing Program, wordt gefinancierd door de Islamic Development Bank. Het programma was bijna al gestopt. Het lag al 3 jaar op het ministerie van Sociale Zaken bij een team. Belast met de coördinatie van AHP. Het waren allemaal externe personen die aangetrokken waren. En in 4 jaar tijd was er nul huizen gebouwd. We hebben toen het bezoek gehad van de president van de Islamic Bank. En daar zijn een nieuwe afspraken gemaakt. Daarvoor hebben we dan een nieuw team AHP ingesteld. En vanaf dat moment, dat is ongeveer 6-7 maanden geleden, zijn we gestart met het AHP-programma. En op dit moment zijn er meer dan 800 aanvragen die lopen en meer dan 400 gevallen. Daar zijn de personen aan het bouwen, aan het renoveren, aan woning aan het aanpassen. AHP is niet alleen voor bouw, AHP is ook voor renovatie. Prachtig was het te zien dat ook personen met een beperking AHP-ondersteuning gehad hebben, waarbij die personen hun eigen wooninrichting willen aanpassen op basis van die beperking die ze hebben. Het zijn allemaal mooie projecten. We gaan door. Er komt nog ook een optopping op de funding van AHP, zodat we meer burgers kunnen helpen in stad en district. Het tweede programma dat uitgevoerd wordt is een 7% hypotheek op de landelijke woninbouw. 7% die door alle banken gegeven wordt. We hebben gezien namelijk dat er onderperformance is. Op een of andere wijze is niet een ieder nu in staat om te bouwen. Misschien wel met volgend jaar bouwen. Misschien wel over 2 jaar bouwen. Dus we zien van zo'n bedrag dat gereserveerd is voor 7%. Dit gebruikt wordt nu. Dus ik heb met de governor en de banken afgesproken of dat restant bedrag wat nu niet gebruikt wordt voor die 7% voor woningbouw, of dat niet gebruikt kan worden voor de agrarische sector. Of dat niet gebruikt kan worden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Dat zij ook kunnen putten uit dit budget voor 7%. Dan hebben ze ook goedkoop kapitaal om die productie op gang te brengen, om hun bedrijf investeren te kunnen plegen. Dus dat wordt verder geëxerceerd en gecoördineerd door de governor van de centrale bank. En als dat lukt de komende week, dan kunnen meer doelgroepen gebruik maken van die 7% lening. Dank u wel, excellentie. De volgende hier aanwezig, alstublieft. Dank u voor de gelegenheid mij geboden. Ja. Minister van Arbeid, Henk Doelwijd, Echo Media Outlet, werkarm van de Stichting Pro Humaniteit. Minister, die gaat over arbeid. Welke werkgelegenheidscijfers zijn er? Hoeveel werkgelegenheid, nieuwe werkgelegenheid, is er gecreëerd, ontstaan in de afgelopen 4 jaar? In welke sectoren? Op welke niveaus? Hoeveel jonge mensen tussen de 23 en de 35 jaar hebben een nieuwe baan gevonden? Is dat het? Nee, wacht, ik heb nog iets. Ja. Hoe staat het met de
buitenlanders, vooral de Cubanen. Hoeveel duizend zijn er hier? Hoe zien ze overal op straat, Creole? Ik heb nog de laatste tijd heb ik geen enkel supermarkt gezien waar er Surinamers, ook in de armste wijken hoor. Daar worden die mensen bijvoorbeeld van Flora. Zie ik ook Cubanen daar, in de bouw, in alles. Hoe zit dat u? En worden deze mensen werk beschermd? Krijgen ze mede voorzieningen? Als ze een ongeluk aan het werk krijgen, wat gebeurt met hun? Want deze mensen, wij tolereren ze, moeten ook wel zorgen dat ze beschermd zijn. Kunt u voor ons afronden? Dank u. Dank u wel. We geven de minister van Arbeid de gelegenheid om in te gaan op de vragen. Oké, ook een goede middag van mij kan. Laat me zo zeggen dat voor de COVID-pandemie het werkloosheidpercentage rond de 9% was, zoals gemeten door de ILO. We weten dat de COVID-pandemie toch wel wat impact heeft gehad op het werkgelegenheidscijfer in Suriname. De verwachting is nu, en dat zijn schattingen ook gedaan met de ILO, dat het nu rond de 15% moet zijn. De issue voor wat betreft buitenlandse arbeiders is een bekende. Is ook een klacht die we hebben gehoord vanuit het bedrijfsleven. Namelijk dat ze mensen zoeken voor bepaalde jobs. Maar dat Surinamers toch wel andere aspiraties hebben nu. Waardoor ze toch moeten kijken naar de krachten die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Iedereen die werkt moet SOR-verzekerd zijn. Dus als er ongelukken plaatsvinden, dan zijn ze gecoverd door die verzekering. Er zijn wel een aantal wetsproducten nu, waarbij we toch wel ervoor willen zorgen dat SOR beter gekoppeld wordt, met name aan het minimumloon. Want het bedrag dat op dit moment genoemd is, dat is niet meer van deze tijd. Voor wat betreft werkgelegenheid, de overheid moet zorgen voor de nodige facilitering daarvan. Ik kan u aangeven dat het ministerie van Isotti middels search bezig is met projecten die kunnen resulteren in 800 arbeidsplaatsen per jaar. Dat is iets wat gekoesterd moet worden. Het is niet de overheid per se die zorgt voor werkgelegenheid. Die gedachten moeten we voor eens en voor altijd uit onze hoofd halen. Alleen in de publieke sector zorgt de overheid voor werkgelegenheid. Maar de overheid moet toch wel faciliteren toe naar het bedrijfsleven dat die condities gecreëerd worden, waardoor het bedrijfsleven middels economische activiteiten toch wel zorgt dat er werkgelegenheid geschapen wordt. En het kunnen zijn micro-ondernemingen met één persoon, het kunnen zijn kleine ondernemingen, het kunnen zijn middelgrote, maar uiteraard ook grote ondernemingen die daarvoor moeten zorgen. Dus als overheid moeten we faciliterend optreden naar het bedrijfsleven toe, zodat toch wel de nodige werkgelegenheid geschapen wordt. Ik kan u aangeven dat we op 21 mei de resultaten hebben gehad van een employment and skill survey. Werk is uitgevoerd door advisory voor het ministerie, waarbij we toch wel hebben gekeken naar een aantal zaken. Eén, wat zijn de skills die gevraagd worden door het bedrijfsleven? Waar denkt het bedrijfsleven dat binnen 3 jaar toch wel de nodige vacatures zullen zijn? En ik kan u aangeven dat de meeste vacatures toch wel in de klasse van laaggeschoolden zullen zijn. Maar juist daar zien we toch wel de nodige problemen op de arbeidsmarkt. We hadden vorig jaar een vacatureonderzoek verricht. Daar blijkt dat mensen, en dat is ook weer gebleken uit de Employment and Skills Survey, dat mensen toch wel met looneisen komen bij micro en kleine ondernemingen die meer zouden passen bij een staatsolie. Dus wat is het realisme van mensen als ze werk zoeken en met wat voor eisen komen ze? Daar moeten we aan werken middels voorlichting, neem ik aan. Er waren andere factoren, zoals publiek vervoer, dat het niet beschikbaar is na bepaalde tijden. Personen hadden ook moeite om in shiftverband te werken.
Dus ook daar zou je moeten werken aan een zekere mate van mentaliteitsombuiging. Maar er zijn nog andere factoren die toch wel ervoor zorgen dat we op dit moment toch wel een aantal storingen hebben op de arbeidsmarkt. Vraag en aanbod is ook niet helemaal wat het wezen moet. Ook dat is naar voren gekomen in die employment and skills survey. Dat zijn zaken die we toch wel de komende periode verder zullen bespreken met mijn collega's, zeker van onderwijs. Omdat we toch wel een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben, namelijk ervoor zorgen dat de nodige krachten worden afgeleverd voor de arbeidsmarkt. Ik kan u ook aangeven dat we 2 weken terug met de ILO hebben gesproken, omdat we toch wel in versneld tempo willen gaan werken aan het opzetten van een labor market information system. Op dit moment hebben we een systeem met geringe informatie, maar we moeten naar een meer geadvanceerd systeem toe, wat ertoe zal leiden dat bepaalde van de vragen die u heeft gesteld, hoeveel jongeren in de leeftijdsgroep werk hebben gevonden, dat we ook op dat soort vragen antwoorden zullen kunnen geven in de toekomst. Nu ben ik u dat antwoord schuldig, omdat we nog geen dergelijke labor market information systeem hebben. Er is ook een noodzaak, dat wil ik direct aan toevoegen, dat we toch wel op reguliere basis huishoudsurveys zullen moeten uitvoeren. Dat gebeurt nu veel te weinig. De laatste was volgens mij van 2014. Dat is al 10 jaar geleden. Dus ook wij kijken vol belangstelling uit naar de census die verricht zal worden. Omdat dat toch wat meer relevante data zal opleveren voor ons. Data die toch meer van deze tijd is. Zodat we ook op basis daarvan ons beleid zullen kunnen aanpassen. Dank u wel, minister. Mag ik u uitnodigen naar voren? Kunt u een paar stappen naar voren maken? Ja, dank u wel. René Gompers, Staanhuis. President, komt er nog een reshuffling? En ik denk dat dit is voor de minister van Sociale Zaken. Heel veel mensen klagen dat ze die 1800 SRD niet meer krijgen. Kunt u ons uitleggen hoe dat komt? En minister Ramdien, volgens mij zou er vanmorgen een gesprek zijn met de EBS-bond. Of de UvAF. Is dat gesprek nog geweest? Wat is het resultaat? Ja, dank u wel. Het Suriname Nieuws Centrale vraagt aan de president: in welke maand verwacht u de FID? Wat zal de impact hiervan zijn op de inkomsten van het land in 2024 en 2025? Hoe zeker is dat er in 2024 gestart zal worden met de quarantainebrug? Wij geven als eerste de president de gelegenheid om in te gaan op de vragen. Ja, bedankt. Ten aanzien van de FID, daar is in ieder geval tijdens het laatste bezoek van de CEO van Total Energies, en hij is enkele maanden geleden geweest, hij is ook in de media verschenen, heeft hij in een meeting met de president in aanwezigheid van directeur Staatsolie. En op basis van alle technische presentaties aan mij doorgegeven dat de FID nog voor einde van dit jaar komt. Het laatste kwartaal van 2024. Er is op een gegeven moment een bericht verschenen in de internationale media alsof er een vertraging of een verschuiving zou kunnen plaatsvinden. Dat het meer naar achter geschoven zou kunnen worden. En dat heeft een beetje storend gewerkt. Ik heb toen gevraagd dat de minister van Buitenlandse Zaken en de directeur van Staatsolie afreizen naar Parijs. Omdat wij het fijne van wilden weten wat er precies aan de hand is. En daarbij is nogmaals bevestigd dat Total Energy zich houdt aan de FID-bekendmaking voor einde van dit jaar. Ik heb recentelijk nog ontmoet de regionale directeur. Die heeft nogmaals bevestigd
dat FID dit jaar is. Dus wat moet ik zeggen? Ik ga af op basis van officiële mededeling gedaan door Total Energy. En ik heb goed vertrouwen dat voor eind dit jaar nog die FID bekendgemaakt wordt door Total Energy. En dat wij starten met de exploitatie en dat de first oil zal zijn begin 2028. Dat is allemaal officieel medegedeeld aan mij. Tweede is dat van Quarantainbrug. Daar is er een biddingsprocedure gestart. Eerst met die expression of interest, dan die expression of proposals. Uiteindelijk is van 10 plus bedrijven, is het nu geworden 2 bedrijven. Er is een technisch team, er is een interministerieel team bestaande uit ministers van Suriname en van Guyana. En dan zijn er de 2 presidenten die finaal het besluit moeten gaan nemen op basis van de advies en inzichten. Alle informatie zijn al verschaft. Wij zijn bijeengekomen ruim 3,5 maand geleden in Guyana. En daarbij is dan afgesproken dat alle 2 bedrijven een officieel schrijven gaan krijgen waarin we gaan vragen of ze bij hun bidding gaan blijven. En 2, hoe zij dit project gaan financieren. Beide hebben inmiddels al gereageerd. 1 is namelijk een bedrijf uit Turkije, in Europa, Balas Nedam. En 2 is een bedrijf uit China, CRBC, afkorting. En nu moeten we naar de finale beslissing. Dus ik denk dat het interministerieel team werkt aan het finaal advies voor de 2 presidenten. En het besluit zal zijn dat het project zal gaan naar de bidder die het goedkoopste is. En het verschil tussen beide bedrijven is ongeveer 100 miljoen. Dan begrijp je dat wij gaan naar het bedrijf, het is een Chinees bedrijf, dat het goedkoopste is. De vraag is hoe ga je het financieren? Omdat we gestart waren met het project op basis van design, build, finance en operate. Maar nu is het dat we de financiering niet kunnen doen. We zijn bezig in de regio om te kijken hoe we die financiering kunnen krijgen met financiële instellingen. Er zijn gesprekken ook geweest met IDB. We hebben als 2 presidenten ook een besluit genomen, nu we weten dat het toch een Chinees bedrijf het project gaat krijgen. Laten we nu heel vroeg aankloppen bij de president van China en hem ook informeren dat daar er een brug gebouwd wordt, dat naar alle waarschijnlijkheid een Chinees bedrijf dat project gaat krijgen. Wat is die bereidwilligheid van China om die brug te financieren? Nou, dat verzoek is gedeponeerd bij de president van China. We kijken uit naar het besluit. En de planning is namelijk dat de grounds ceremony voor de launch van de brug, eerste paal, dit jaar moet plaatsvinden. Ja, excellentie. Er is ook de vraag van Star News over reshuffling. Er is ook een vraag van Star News over reshuffling. Kijk, binnen de regering hebben we afgesproken dat we de laatste fase, de 12 maanden, willen ingaan met nieuwe prioriteiten. En de nieuwe prioriteiten willen dan goed vaststellen in nauw overleg met alle ministers, in nauw overleg met ook de vicepresident. 3 weken hebben we gebruikt om dit traject in te zetten. Er is nu een heel matrix ontstaan nieuwe prioriteiten die wij gaan implementeren. Aanstaande woensdag worden deze prioriteiten gepresenteerd in de regeringsraad. Dat is 1. 2, we kijken ook naar de bemensing binnen de regering of we inderdaad zo door moeten gaan. We hebben nog 12 maanden. Daarvoor heb ik al een bilateraal gesprek gehad met de vicepresident afgelopen donderdag. En de bedoeling is dat we komende week dat gesprek gaan voortzetten. En kijken waar de inzichten er zijn binnen de regering qua beleid. En waar inzichten zijn vanuit de samenleving. Voor wat betreft ook de verwachting vanuit de samenleving. En we hebben besloten daar waar er verandering moet komen binnen de regering, in welke vorm dan ook, dan zal die verandering ook komen. En ik wil vragen om ons even nog die tijd te geven, zodat we deze gesprekken komende week kunnen afronden. Dank u wel, excellentie. De minister van SOSAFO.
Ja, om antwoord te geven op de vraag waarom men niet meer in aanmerking komt voor de 1800 SRD. Er is wel altijd een reden. Niemand wordt zomaar uit het bestand gehaald. Er vindt opschoning van het bestand plaats. Ons bestand is gekoppeld met dat van CBUMA en pensioenfonds. Dus sowieso worden de ambtenaren die in aanmerking kwamen voor de 1800 bij SOSAVO, die worden uit het bestand gehaald. Want die komen al in aanmerking voor koopkrachtversterking via CBUMA. Ook de gepensioneerde ambtenaren worden uit het bestand gehaald. En ook de partners van aanvragers. Want de criteria is 1 persoon per huishouden. Ja, en ook de AOV'ers, die krijgen het via het AOV-fonds. En de mensen die in aanmerking komen voor financiële bijstand, via SOSAVO, financiële bijstand, zwakke huishouden en financiële bijstand voor mensen met een beperking, die krijgen dat dan samen met hun financiële bijstand. Ja. Dank u wel, minister. En dan gaan we naar minister Ramdin. De vraag over de EBS. Ja, dank u wel. Gesprekken, ja. Ja. Dank u wel voor de vraag. Overigens, goedemiddag iedereen. We hebben vanmorgen om 10:00 een gesprek gehad met het bestuur van OWAS. Samen met vertegenwoordigers van UFAF, de nieuwe vakcentrale. Een afspraak die een paar dagen geleden gemaakt is om van gedachten te wisselen over de situatie in energiebedrijven Suriname. Collega Steven McAndrew en ik hebben de delegatie ontvangen. Aanwezig waren ook leden van de Raad van Commissarissen. De directie was verhinderd. Wij hebben gesproken over wat speelt en er zijn eigenlijk 3 zaken die spelen. Bij het bestuur van OWAS. 1 is de lopende kwestie rondom de ontslagen persoon, staffunctionaris. Daar is een traject voor uitgezet waarbij arbeidsinspectie voor eind van de maand uitsluitsel zal geven. Dus we wachten dat af. Ten tweede, met betrekking tot de reorganisatie, de beoogde reorganisatie op basis van gepleegde studies in EBS. Die zullen ook aan de orde komen. Dat is ook een besluit van de regering geweest als een flankerende maatregel in het kader van de verhoging van energietarieven. Dat we ook zouden kijken naar de efficiëntie binnen EBS en de noodzakelijke reorganisatie. Daar zijn we het dus niet over oneens. Er is ook gesproken over de start voor onderhandelingen met betrekking tot een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is iets wat complexer, simpelweg omdat er een historie is van besluiten die 12 jaar genomen zijn over een nieuwe loonstructuur. Maar ook dat blijkbaar de laatste CAO niet is ondertekend. Partners schijnen elkaar niet te kunnen vinden met betrekking tot data. Ik zeg dit allemaal aan u allemaal publiekelijk. Beseffende dat ik president Santokki nog niet heb geïnformeerd over de inzetzout. Dus ik hou het even in hoofdlijnen. Maar de bedoeling is wel, en die overtuiging bestaat bij beide partijen, zowel de regering als bij OWAS, dat de rust in het bedrijf gegarandeerd moet blijven, dat de stroomvoorziening gegarandeerd moet blijven en dat we zo gewoon mogelijk naar normalisatie moeten gaan. Dus met alle partijen zal nog gesproken worden op instructie van de president van de Republiek Suriname. Dank u wel. Dank u wel, minister Ramdin. De volgende, u mag naar voren komen. Goedemiddag, Lloyd Groenewoud van de SRS. President, wat is de regering concreet van plan met de SLM? Ik heb begrepen dat bij monden van de directeur van Grasalco er weer gevraagd is om geld. Is dat zo en wat zijn de concrete plannen? De gezondmaking van de staatsbedrijven, president, dat komt al jarenlang aan de orde. Bij monden van de minister van Financiën heeft hij aangegeven dat van de
260 staatsbedrijven je zeker 60 meteen kunt sluiten? Zijn er concrete plannen tot gezondmaking van die bedrijven? En tot slot. Tot wanneer loopt dat van IMF concreet en komt er een verlenging? Ik heb begrepen dat, men heeft aangegeven dat Suriname nog steeds niet zelf in staat is de broek op te houden. Welke concrete stappen worden er genomen om dat wel te kunnen nadat dat met IMF is gestopt? Dank u wel. Ja, dank u wel. Excellentie, een vraag vanuit de samenleving. Hoe zit het met de gronduitgifte van online geregistreerden? We wachten al 2 jaar en we horen niet. President, kunt u ons daarop antwoord geven? Een vraag voor de minister van Justitie en Politie vanuit Times of Suriname, mevrouw Maltini Dansing. Zij vraagt, kan de minister een update geven over de operatie Zero Tolerance? Hoeveel aanhoudingen zijn er geweest? Hoeveel zaken zijn intussen opgelost? Hoeveel opsporingen zijn opgelost? En kan de minister aangeven met hoeveel aantallen of percentage de criminaliteit is gedaald? Ze geeft ook aan, in de afgelopen weken hebben wij het aantal vermissingen onder kinderen en jongvolwassenen zien toenemen. Er is al gezegd vanuit volksgezondheid dat er meer aandacht besteed zal worden aan mentale gezondheidszorg, maar dit alleen is niet voldoende, omdat de problemen van de mensen uiteenlopend zijn. De vraag concreet is, hoe heeft de regering een plan om de kinderen en jongeren beter te beschermen en de nodige hulp te bieden? Excellentie. Ja, bedankt. Voor wat betreft SLM, u kent ons standpunt. Vanaf ons aantreden hebben wij het besluit genomen om SLM te behouden. We hadden keuze bij de start van onze regeerperiode en die discussies zijn ook geweest. Op verschillende momenten, in verschillende settings. We hebben bewust gezegd, SLM moeten behouden. Maar wel met een drastische reorganisatie, drastische hervorming, afvloeien van personeel, professionaliseren van bedrijven en rationaliseren. Ook daar hebben we gevraagd dat we de financiële positie goed in kaart moeten hebben. Ook daar bleek namelijk dat men een grote schuld had van meer dan 70 miljoen Amerikaanse dollar. Een deel is wel betaald. Dat is ook gebleken bij de laatste presentatie van 2 weken geleden door de SLM-directeur. Ze hadden 3 vliegtuigen, allemaal leased, 2 voor de regionale en 1 voor de Mid-Atlantische. De Mid-Atlantische, daar is de leasetermijn al verstreken. Het was een grote uitdaging voor de SLM-leiding om een soortgelijk toestel te vinden in de vorm van dry lease. Dry lease is namelijk dat je een overeenkomst sluit met inzet van je eigen bemanning, eigen personeel. Al die jaren heeft de SLM met een wet lease gevlogen. Dat wil zeggen, je betaalt ook voor cockpit, bemanning en personeel, cabin crew. En je betaalt ook je eigen cabin crew die thuis zit. Je betaalt dubbel. Dat is nadelig. Dus wij willen namelijk dat SLM zo snel mogelijk een dry lease heeft. Gisteren hebben we heel lang gesproken met financierders. En het blijkt dat er een optie is. Dat wordt nu komende week verder uitgewerkt. Dat SLM een lease kan krijgen voor de komende periode. Maar komende week wordt er overleg gevoerd op technisch niveau. Om alle technische zaken goed te bekijken. En dan komt die vraag van, hoe ga je dit allemaal financieren? SLM is nog niet in staat, ze hebben een cashflow probleem. Tweede is namelijk vanwege hun risicopositie internationaal, moet je alles op front betalen. Dus hier kan je niet werken met een systeem dat je achteraf betaalt. Dat maakt de positie nog moeilijker. Dus ze hebben inderdaad geld ook nodig. En we hebben eerder een voorziening getroffen vanuit de goudreserves die in feite via centrale bank belegd zijn, om daaruit middelen te krijgen voor zowel Grasalco als SLM. En die optie bekijken we nog steeds.
We horen de directeur ook, we hebben ook aan Grasalco gevraagd. Ook zij moet een hervormingsplan presenteren. De schuld van Grasalco is niet zo groot als die van SLM. Grasalco heeft een schuld van ongeveer 6 miljoen. Dus van ook Grasalco hebben we een hervormingsplan nodig, een reorganisatieplan nodig, een herstructureringsplan nodig. En dan gaan we besluiten nemen voor zowel Grasalco als SLM, reeds de komende week al. En tegelijkertijd moeten we ook kijken naar de positie van de parastatale bedrijven in ons land. Met uitzondering van staatsolie krijgen we van geen enkel ander bedrijf dividend. U heeft goed gehoord, hè? Van geen enkel ander bedrijf. Alleen van staatsolie krijgen we dat. Er is een doorlichting geweest met bijstand van IDB. Over alle parastatalen. Er is een team geweest van een technisch team van de regering om te zorgen dat we een beleid ontwikkelen voor wat betreft de toekomst van de parastatalen. Inderdaad, in het rapport staat er dat je heel wat van de parastatale bedrijven kan afstoten, omdat ze nog steeds verlieslatend zijn. Je kan ze niet meer winstgevend maken. En sommige van die bedrijven betaalt de staat nog steeds salaris. En de staat betaalt nog steeds pensioenen. Dus die dingen moeten zo snel mogelijk afgestoten worden. Laat particulier dat overnemen, kijken of ze levensvatbaar gemaakt worden. Dan heb je een deel van de bedrijven, parastatale, die moet je commercialiseren. Betrek bedrijven, serieuze bedrijven, ga op de internationale kapitaalmarkt. Creëer mogelijkheden dat men aandelen kan verkopen. Dan krijg je meer betrokkenheid. Dan krijg je ook een serieuze leiding, krijg je ook een serieus beleid. Als er ook professionele bedrijven ook betrokken zijn als aandeelhouders. Dat moeten we allemaal doen. Er is een stukje stagnatie ontstaan in dit beleid, omdat het team in feite bedankt had. Nu werken we naar een ander team om dit beleid te kunnen uitvoeren. Maar we zijn er voorstander van dat alle parastatalen weer gezond gemaakt moeten worden. Wat niet meer winstgevend is, verkopen. Wat in ieder geval verlieslatend is, afstoten. En alle andere bedrijven moeten we zo goed mogelijk commercialiseren. Om te zorgen dat die duurzaamheid gegarandeerd is. De staat ook meer inkomsten heeft. De bedrijven winstgevend worden. En we geld kunnen verdienen voor de samenleving uit de parastatalen. Want de meeste van de parastatalen hebben een salaris 5 maal meer, 6 maal meer, sommige 10 maal meer dan de president van het land. Dat kan ik wel zeggen. Okay. Voor wat betreft IMF, daar hebben we een overeenkomst met IMF, die Extended Fund Facility Agreement voor 3 jaren. Die 3 jaren lopen af eind dit jaar, 31 december. Maar uiteraard zitten we met de afbouw van de subsidie en daar hebben we ook een stukje temporisering ingebouwd, dat het draaglijk is voor die afbouw van de subsidie. En tegen die achtergrond is er dan een technische verlenging geweest voor de IMF-samenwerking tot maart. Meer voor een goede verantwoorde afbouw van de subsidie. En dat is hem. En ik denk dat wij nu merken dat we economisch stabieler worden. Dat we economische groei hebben. Dat we nu inkomsten beginnen te krijgen. We gaan naar die oil en gas. We gaan zelfstandig qua onze economie het land beter kunnen besturen. Dus ik denk dat voor wat betreft IMF wij zeker zijn, namelijk dat met hun bijstand we een wezenlijke bijdrage van IMF gehad hebben om onze economie te stabiliseren. En dat we nu wel in staat zijn zelfstandig onze economie draaiende te kunnen houden. Met aantrekken van investeerders die zich nu wel aandienen. En dat met die investeringen we gaan naar verdere economische groei. Ja, gronduitgifte, ik heb al gezegd, dit is prioriteit nummer 1 wat aangepakt gaat worden. En hier gaan we ook drastische wijzigingen zien. Er zijn veel problemen. Er zijn veel problemen op het ministerie. Problemen die liggen op verschillende niveaus, verschillende structuren, verschillende processen, verschillende procedures. En al deze zaken zorgen voor enorm veel ontevredenheid in de samenleving. We hebben zelfs van het Hof van Justitie het bericht gehad. We hebben zelfs van de procureur-generaal een brief gehad. Hoeveel rechtszaken er lopen tegen GBB.
Ik heb nog eergisteren een presentatie gehad dat er weer dwangsommen zijn tegen de staat. Waarvan de leden van het land, de VP weet het niet, de ministers weten het niet, de president weet het niet. Dit kan niet. Dat er zaken behandeld worden bij de rechter waar de staat niet vertegenwoordigd wordt. Die dingen zijn onkan. En ik heb serieus gesprek gehad met de vicepresident hierover. En we gaan besluiten nemen. Komende week ga ik weer met de VP zitten. We gaan besluiten nemen in het belang van het land. In het belang van die samenleving. Dat er meer duidelijkheid en meer bescherming komt naar de samenleving. We zijn al bezig structurele maatregelen te hebben. We zien wel positieve resultaten. We zien wel dat de minister nu publiceert. Online is het te volgen. We zien ook namelijk dat er meer beschikkingen gegeven worden. Maar natuurlijk zijn er een paar issues die kwalificeren onder grondconflicten. Dubbele uitgiftes, eigendommen die weggegeven zijn. Die dingen zorgen voor enorm veel irritatie en onrust. Dus dat gaat een hoge prioriteit zijn om al deze zaken die een conflict vormen bij gronduitgiften, dat serieus aan te pakken. Dus nogmaals, dit vraagstuk heeft aandacht. Dank u wel, excellentie. Dan gaan we naar de minister van Justitie en Politie. Ja, voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot operatie Zero Tolerance. Ik kan aangeven, ik heb niet de cijfers beschikbaar, dat kan ik later wel opsturen. Maar doorgaan met de roadblocks, de drugsinvallen, voor wat betreft de kettingberovingen. Ik denk dat we voorzichtig kunnen concluderen dat de ketting lijkt te zijn verbroken. Ik heb wel genoteerd gisteren, ik weet niet of het 1 of 2 berovingen waren, maar de drugsinvallen worden uitgevoerd. Dadergroepen zijn geïdentificeerd, nog evenwel geen aanhoudingen, maar ik kan wel concluderen dat door de inspanningen van het Korps Police Suriname, door de inspanningen van Defensie samen in de operatie, dat het wel de goede kant op gaat. En voor wat de misdaadcijfers, kan ik ze later wel opsturen aan de media, aan het medium. Ja, dank u wel, minister. We pakken nu de laatste vragen. Wij geven de mediahuizen hier aanwezig de kans om nog een laatste vraag te stellen. Mevrouw Amanda Palis en mevrouw Gloria Botse, alstublieft. Yes, president. Academische Week in het parlement heeft de Rekenkamer aangegeven dat er op geen enkele ministerie de interne controledienst naar behoren functioneert. Klopt dat? En kunnen misschien de lichttarieven van Asianen verhoogd worden? Het is nu maar tussen 175 en 345, dacht ik. Ja, dank u wel. Is dat het? Oké, dan hebben we een laatste vraag vanuit de samenleving aan de president. Ten aanzien van dubbele gronduitgiftes is er aangegeven dat er zaken voor 31 december van dit jaar zullen worden opgelost. Wat en hoe zal men hierbij te werk gaan en welk beleidsstrategie zal worden uitgestippeld? En we hebben een laatste vraag. Eigenlijk was deze vraag voor minister TCT vanuit de ware tijd. Bij de brandweer op het vliegveld zorgen op, of de brandweer van het vliegveld zorgen op werk al enige tijd tot 11 uur. Met als gevolg verminderde veiligheid. Wie de minister hiervan en wanneer zal dit worden opgelost? Daarnaast is de prijs voor de toeristenvouchers verhoogd. Brieven van de sector over de verhoging blijven onbeantwoord. Waarom die verhoging en wat wordt met het extra geld besteed? Ja. Ja, ten aanzien van Rekenkamer, wij hebben als regering beslist dat we een goede bemensing willen van de Rekenkamer. Wij als regering willen ook namelijk dat de Rekenkamer zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Wij als regering willen ook dat de Rekenkamer in alle vrijheid moet kunnen functioneren en dat de regering alle ondersteuning moet geven aan de Rekenkamer. Ze hebben een rapport gepresenteerd en we hebben de Rekenkamer uitgenodigd in de regeringsraad. En ze hebben die presentatie gedaan aan de regering.
En ook aangegeven wat de kwetsbaarheden zijn, welke de zaken zijn die aangepakt moeten worden. Ze hebben een pakket van aanbevelingen ook aangegeven. Ministers hebben ook aangegeven dat bepaalde informaties niet kloppen. Daarvoor hebben we besloten dat er een bilateraal overleg plaatsvindt tussen de leiding van Rekenkamer met de minister en het departement bilateraal, zodat alle zaken verduidelijk kunnen worden, zaken die niet kloppen. Maar één ding hebben we wel gezegd, we gaan alle aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen als regering. En alle ministeries moeten die aanbevelingen overnemen. We willen het beter doen volgend jaar. En die, op basis van die aanbevelingen, en daar waar correcties moeten komen, moeten ze komen. Ja, we hebben inderdaad institutionele problemen op alle ministeries. En klad is daar zo, maar het klad moet ook versterkt worden in termen van capaciteit, in termen van kwaliteit, in termen van ook goede onderzoekers, registeraccountants. Dat zijn zaken die heel schaars zijn in het land. Je zal het moeten doen met wat je hebt. En ook de interne controles op de verschillende ministeries, die zijn allemaal zwak uitgerust. Dus ik ben helemaal eens dat als we sterke interne controles hebben op de ministeries, sterke interne controle hebben op de parastatale, met serieuze mensen, met een strak beleid, dat heel wat zaken ook voorkomen kunnen worden. En dat in ieder geval de Rekenkamer haar werk ook beter zou kunnen doen. Voor wat betreft ASEAN, Lichtdag, minister van Sociale Zaken is hier. Ik denk dat het goed is dat er overleg gepleegd wordt en dat wij als regering die voorstellen krijgen. En als ze aangepast moeten worden, moeten we dat doen op basis van ook beschikbare budget. Dubbele gronduitgifte, dat is één fenomeen. Maar er zijn ook andere dingen die daar plaatsvinden. We hebben al een paar voorzieningen getroffen. Een van de voorzieningen is namelijk, en de minister GWB is hier, niet? Ik weet of ze er... Maar er zijn drie beschikkingen uitgevaardigd door de minister. Deze beschikkingen zijn ook besproken binnen de regering, om zoveel mogelijk dubbele uitgiftes te voorkomen. Eén is namelijk een beschikking waarin duidelijk is aangegeven dat niemand anders dan de rechthebbenden, niemand anders dan de nabestaanden bij het vervallen van grondhuur, bij het vervallen van erfpacht, dat niemand anders dan deze personen die gronden kunnen aanvragen. Dit is een van de bronnen van dubbele. Dat mensen of overlijden. Mensen kennen de regels niet. Maar er zijn altijd kapers op de kus. Toch? Dan moet je tikken. Want die 18 maanden gaan verstrijken en niemand heeft het aangevraagd, dan gaan ze het aanvragen. Nou, nu is die beschikking niemand anders dan de nabestaande rechthebbenden mogen het aanvragen. Dus mocht iemand het krijgen, wordt onmiddellijk door de minister teruggedraaid. En de minister heeft al een paar gevallen al teruggedraaid. Dat is één oplossing. Soms zijn het juridische gevallen. Wat zou je rekenen mee doen? Heb je mij te kwam grong? Naar Hogerie toch? Naar Hogerie. Ze gaan snel naar die bank. Of ze gaan snel naar die notaris. Dan vestigen ze een hypotheek erop. Dus dan krijg je het. Je hebt een probleem gekregen. Deze zaken moeten juridisch en soms door tussenkomst van rechter allemaal aangepakt worden. We hebben een juridisch team om deze cases te begeleiden. Een andere beschikking is namelijk, er zijn heel wat mensen die gronden hebben. Al die straten, die districten, daar hebben de personen landbouwgronden. Ze wonen daar in een grote familie. De mensen bouwen op het erf, is cultuur. Maar al deze mensen vragen ook gronden aan, omdat ze geen grond hebben. En op familieterreinen het heel lastig is voor hen om te bouwen, omdat er daar geen infrastructuur is. De beschikking is, deze familiegronden kunnen verdeeld worden in kavels, na afstemming met minister GBB en goedkeuring van minister OW. En met het verkavelingsplan gaat men naar de notaris, zodat de notaris die percelen kan verdelen aan die familieleden. En voor de rest moeten ze een straat daar ontwikkelen, moet de infrastructuur daar komen, want dan gaan zij geen percelen meer aanvragen. Want dan hebben ze hun eigen percelen daar, zo juridisch ook goed geregeld. En om die achterstanden allemaal in te lopen, is er een derde beschikking van de minister, waarbij de notarissen gemachtigd zijn, alle achterstanden die er zijn in overdracht van percelen, dat die notarissen dat zelfstandig kunnen afhandelen buiten het ministerie van GWB. Grondconversieunit is er.
Ook dat werkt goed tot en met afgelopen woensdag. Hadden we 50 miljoen binnen in 4 maanden tijd. Voor zijn einde voorjaar hebben we meer dan 150 miljoen. Uit grondconversie en we geven zekerheid aan die burger. En met dat geld gaan we die samenleving helpen. Gaan we sociaal programma financieren. Zo werkt dat systeem. Haal het geld daar uit die samenleving. Breng het voor de mensen die het nodig hebben in de samenleving. En nogmaals, er komen structurele wijzigingen voor wat betreft grondbeleid. Er komt binnenkort een grondkamer, welke alle gevallen zal toetsen. Er komt een nieuwe lijst van advocaten die de staat moeten vertegenwoordigen bij rechtszaken. Zodat bij de rechtszaken de staat daar goed vertegenwoordigd is. En uiteraard gaat u de komende tijd meer horen over de structurele maatregelen met betrekking tot grondbeleid. Ja, excellentie, de vraag van TCT van de ware tijd. Situatie, veiligheidssituatie op vliegveld Zorg en Hoop. Is minister TCT niet hier? Minister TCT vanmorgen afgemeld om gezondheidsredenen. Ja, er is een brief. Wij hebben vorig jaar de presidentiële werkgroep samengesteld nadat er heel wat klachten binnengekomen waren over onveiligheidssituatie op Zorg en Hoop. Die werkgroep heeft een rapport uitgebracht. Dat rapport is gepresenteerd aan de minister, de vorige minister van TCT. Inmiddels zijn er weer brieven gekomen dat die aanbevelingen nog niet overgenomen zijn. Dus ik heb de minister van TCT gevraagd om nog een keer overleg te hebben met de structuren van Zorg en Hoop. De minister heeft overleg gehad en hij is bezig om dat plan wat eerder gepresenteerd is door die werkgroep, dat integraal te implementeren, zodat Zorg en Hoop kan voldoen aan alle veiligheidsvereisten, zowel nationaal als internationaal. Ja, dank u wel, excellentie. En met de beantwoording van de vragen besluiten wij dit persmoment hier vanuit de congreshal. Ik bedank de president, de vicepresident en alle aanwezige ministers voor het verstrekken van de informatie. Namens onze regering bedanken wij een ieder voor de aanwezigheid hier vandaag, de media en het publiek voor uw betrokkenheid. De informatie van deze persconferentie kunt u alsnog als naslagwerk terugvinden op de social media kanalen van de regering. We bedanken u voor dit moment en wensen u een fijne kijk- en luisterstemming. En een fijne, veilige terugweg naar huis. Een fijne middag. Hey, thanks. God bless you all. Ruim 4 jaar geleden nam de regering Santokki Brunswijk het roer over met een duidelijke missie. Suriname redden en het land weer op de kaart zetten. Het volk had gesproken en koos voor een nieuw beleid, een frisse start. Suriname bevond zich op een cruciaal kruispunt en begon aan een fase van herstel die de basis zou leggen voor een stabiele en welvarende toekomst. Na deze belangrijke herstelfase bracht de regering stabiliteit en legde de basis voor duurzame ontwikkeling. De resultaten zijn merkbaar en tastbaar. Aanzienlijke economische successen zijn behaald en het buitenlands beleid heeft ervoor gezorgd dat de internationale reputatie van Suriname is hersteld. Door strategische partnerschappen en diplomatieke inspanningen zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor handel en samenwerking. Connectiviteit en infrastructuur staan hoog op de agenda. Investeringen in wegen, bruggen en digitale netwerken zorgen ervoor dat niemand wordt achtergelaten. Of u nu in de stad, in een district of in een ver ruraal gebied woont, iedereen wordt meegenomen op de weg naar vooruitgang en welvaart. De regering heeft zich ook ingezet voor de versterking van onze democratische instituten en de rechtsstaat gewaarborgd. Door capaciteitsversterking van belangrijke instituten
is er een stevige basis gelegd voor goed bestuur en transparantie. Surinames historische grondconversie en milieuinspanningen tonen aan dat het duurzame ontwikkeling centraal staat in het beleid. Er wordt hard gewerkt aan het behoud en de bescherming van onze natuurlijke rijkdommen, terwijl wij tegelijkertijd economische groei nastreven. Een ander belangrijk speerpunt is de ontwikkeling van de offshore olie- en gassector. Met een concrete visie werkt de regering aan het benutten van onze natuurlijke hulpbronnen, wat bijdraagt aan economische groei en zelfredzaamheid. De regering Santokki-Brunswijk werkt onvermoeibaar aan een toekomst waarin iedereen meetelt en niemand wordt achtergelaten. Samen bouwen we aan een sterker, duurzamer en welvarender Suriname. Van crisisbeheersing naar stabilisatie, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap. Thank you.